Goedenavond allemaal. Welkom in de Bali. Ik ga even een beetje ronddraaien. Wat fijn dat u er allemaal bent. Wat fijn dat u de regen heeft getrotseerd. Ook aan de kijkers thuis, die via de livestream meekijken, een heel warm welkom. Mijn naam is Lola het Hart. Ik ben programmamaker hier bij de Bali. En samen met Hasna van Ergan heb ik dit programma gemaakt. We vinden dit een heel belangrijk onderwerp, omdat het natuurlijk heel bewegelijk is. Het speelt enorm. Maar er gaat de laatste tijd ook van alles mis en daar horen we steeds meer over. En wij vroegen ons af, wat gaat er dan precies mis? Ga lekker zitten, ja. Wat gaat er dan precies mis en waarom gaat het dan mis? En natuurlijk ook, hoe nu verder? Want het moet verbeteren. Dat is het geluid dat we heel veel horen. En om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal gasten uitgenodigd om het erover te hebben. Een van onze gasten die we hadden uitgenodigd, wethouder Simone Kukenheim, is er helaas niet bij. Ze is verhinderd. Maar we hebben gelukkig heel veel andere gasten die er ook het fijne van weten. We hebben geen vervanging vanuit de gemeente weten te regelen overigens, maar we hebben wel geprobeerd. Ten slotte, voordat we naar een kort filmpje gaan kijken, welkom. Voordat we naar een kort filmpje gaan kijken en voordat ik het woord geef aan de moderator van de avond, Jamila Anzi. Hallo, welkom. Wil ik jullie nog even wijzen op de scheurkaarten die op jullie stoel liggen. Dat is om het programma te beoordelen. Als je die aan het einde van de avond inlevert bij de deur, kun je een consumptiebon daarvoor terugkrijgen. Heel prettig inderdaad. Dat was hem voor mij nu. Een hele fijne avond, kort filmpje en dan gaan we door. In de eerste helft van 2018 ontvingen ongeveer 337.000 jongeren jeugdzorg. En dat zijn er iets minder dan in het eerste halfjaar van 2017. In 2015 werd de jeugdwet ingevoerd en werden gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren. Sindsdien nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van ongeveer 303.000 in de eerste helft van 2015 tot 348.000 in de eerste helft van 2017. Sindsdien is het aantal jongeren met jeugdzorg iets afgenomen. Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de eerste helft van 2018 kregen ongeveer 324.000 jongeren jeugdhulp. Dat zijn er iets minder dan het jaar daarvoor. De gemeentebesturen die de jeugdzorg nu aansturen veroorzaken een enorme administratieve last. Als ik een gesprek heb met een cliënt van een uur, dan ben ik er soms wel een half uur mee bezig om dat te registreren. En dat betekent dat ik gewoon de helft van mijn tijd bezig ben met iets wat niet direct cliëntencontact is. Het moet anders en er moet meer geld komen. We willen 450 miljoen omdat er een bezuiniging is ingediend van 450 miljoen die onterecht was. We hebben dat geld wel nodig. Volgens Laura is het 5 voor 12. Collega's vallen om, verlaten de sector. Er zijn echt in het land gewoon instellingen die niet meer kunnen draaien omdat ze geen hulpverleners hebben. Dus je kan wel zeggen dat het water ons aan de lippen staat. Ja. Met andere woorden, als er niks gebeurt, wordt het probleem alleen nog maar groter. Ja, en daar lijden onze kinderen door. Ik vertelde de minister eerder over Nico Molenaar en zijn zoektocht naar passende hulp voor zijn dochter. Hoe het gezin binnen een jaar 26 hulpverleners en 11 instellingen zag. De wanhoop groeide en toen ze eindelijk de juiste plek hadden gevonden, brak daarna weer een tijd van onzekerheid aan omdat de instelling de aanbesteding verloor. Voorzitter, de inspectie trekt vernietigende conclusies. Jongeren voelen zich niet gehoord en er is een gebrek aan samenwerking. En gisteren stond in een nieuw rapport naar aanleiding van weer een zelfdoding letterlijk dat de jeugd GGZ en de jeugdzorg als twee afzonderlijke werelden hebben gehandeld. Hoe kan dit? En waarom doet de inspectie geen onderzoek bij signalen dat het niet goed gaat? En voorzitter, ik vind het hard dat er pas onderzoek komt als een jongere alles overleden. Voorzitter, nog meer vragen. Veel jongeren die suïcide plegen hebben een autistische stoornis. En wat gaat de minister doen om kennis van autisme te versterken? En wanneer krijgen we zicht op de wachtlijsten? Ik vraag je al om sinds mijn allereerste debat over jeugdzorg. En wanneer gaat de minister de toen aangenomen motie uitvoeren?
En hoe kijkt de minister naar de aanbeveling in Nieuwsuur, waarin een aantal psychiaters stelt dat er vaak niet wordt behandeld in de gesloten jeugdzorg? En is hij het met hen en met GroenLinks eens dat dit wel moet gebeuren? En heeft de minister vanochtend het interview met kinderpsychiater Peter Dijkshoorn gelezen, die in de Volkskrant stelt dat we minder kinderen uit huis moeten plaatsen en betere hulp in het gezin noodzakelijk is? En voorzitter, ik vind het te gek voor woorden dat ouders en jongeren zelf moeten googelen naar behandelplekken. En wat te denken van het effect op een gezin, op broertjes en zusjes, als er een kind in huis woont dat vaak in paniek is, dat angstig is of dat zichzelf wat aandoet. En waar ook alle aandacht naartoe gaat. En voorzitter, ik wil ook graag weten wat de minister gaat doen, zodat we echt vanaf 2021 geen kinderen meer in een isoleercel zetten. En wat zegt hij tegen bestuurders die aangeven dat dit onhoudbaar is? En is de minister bereid om op korte termijn onderzoek te doen naar suïcides in relatie tot een repressief klimaat in instellingen en de werkdruk van jeugdzorgmedewerkers? Ja, het heftigste moment is toch wel de isoleercel, denk ik. Je kan je geen voorstelling maken van een instelling als je nog nooit een instelling van binnen hebt gezien. We praten met Priscilla van 17 over haar tijd in verschillende instellingen van jeugdzorg. Op haar 13e gaat het niet goed thuis en ze wordt uit huis geplaatst. De problemen stapelden zich een beetje op en uiteindelijk was er besloten dat ik weg moest. En zodoende kwam ik in een instelling terecht. Samen met kinderrechtenorganisatie Defence for Children is ze naar de Tweede Kamer gegaan om aandacht te vragen voor problemen in de jeugdzorghuizen. Want die zijn er, zeggen ze. En daar hebben veel kinderen en jongeren mee te maken. Er zitten ongeveer 15.000 kinderen in zo'n instelling. En voor veel van hen zijn de regels daar niet duidelijk. Ook worden de kinderen te vaak opgesloten, terwijl dat niet altijd mag. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er meer gekeken wordt naar wat het kind in zijn of haar eigen situatie nodig heeft. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan hulp die over de vloer komt bij hun thuis, zodat ze niet naar een instelling toe hoeven. Of meer hulp voor ouders, zodat het minder snel escaleert. En als een kind dan in een instelling terechtkomt, zorg er dan voor dat het geen gesloten is. Want ik heb nog nooit een jongen ontmoet die het beter heeft gedaan na een gesloten plaatsing. We kunnen jongeren helpen, maar dan moet de minister wel de regierol op zich nemen. Want er is een crisis gaande in de jeugdzorg en hier hoort ook crisismanagement bij. Wil de minister meteen aankloppen bij zijn collega's in het kabinet en directe investeringen eisen? En wat gaat hij doen zodat wetenschappelijke kennis beter wordt verspreid en wordt toegepast? En is de minister bereid om projecten die zich bezighouden met zelfdodingen onder jongeren financieel te ondersteunen? En voorzitter, ik zit niet te wachten op een volgend actieplan, een overlegtafel of lange termijn afspraken, want er moet nu wat gebeuren en we weten ook wat er nodig is. Ja. Oké, goedenavond allemaal. Welkom in de Bali. Mijn naam is Jamila Aanzien, ik ben jullie moderator voor vanavond. Wat fijn dat u allerlei kleurrijke weercodes hebt getrotseerd om hier bij een avond te zijn over een belangrijk onderwerp, over jeugdzorg en het probleemkind van de gemeente, vraagteken. Daar gaan we het vanavond over hebben. Is dat zo en wat gaat er dan mis? Of wat gaat er misschien ook wel goed? En vervolgens gaan we het hebben over eventuele oplossingsrichtlijnen. Welkom. Hi. Neem plaats. Ja. Nou, nee, maar blijf wel even staan, want ik wilde eigenlijk weten wie er allemaal in de zaal zat. Oh, dus je mag meteen beginnen. Nou, mijn naam is Kees. Cheyenne La Cruz. Ik werk bij Family Supportive. Ik ben van huis uit gezondheidswetenschapper, gedragswetenschapper. Ik werk veel met jongeren als coach, kwartiermaker. Dus ik help ook het meedenken aan nieuwe concepten, zeg maar. Nieuwe aanbestedingen. Waar we het straks over gaan hebben waarschijnlijk. En hoe goed het gaat in de jeugdzorg. Dus ik ben heel blij om hier aanwezig te zijn. En te kijken hoe ik een steentje kan bijdragen. En ik hoop ook veel te kunnen halen. Want er is heel veel aan de hand. Zeker. En ik zie het dagelijks. Door de combinatie. Wacht even. Ja. Ja. Komt nog iemand binnen? Nee. Maar, fijn dat je er bent. Het klinkt alsof je een echte professional uit het veld bent. Dus fijn dat je er bent. Ik hoop dat je en wat komt brengen en wat komt halen. Maar wie is er nog meer werkzaam in de zorg of in de jeugdzorg? Oh, kijk. Dan ga ik hier naartoe. Wie bent u en wat doet u in het veld?
Ik ben Alice Heermaer, ik ben kinder- en jeugdpsychiater en ik werk bij de Bascule. Welkom, wat verwacht u vanavond? Komt u luisteren of komt u ook wat halen? Wat ik kom halen is dat we met elkaar in gesprek blijven, inspiratie. Dat. Hoi, dankjewel, welkom. Wie heeft er zelf ervaring met een behandeling in de jeugdzorg? Bij jou kom ik zo. Nee. Ja, nee, ja, nee. Mag het? Ja. Wat zeg je? Behandeling in de jeugdzorg. Ervaring met de jeugdzorg. Heel kort hoor. Ja, ik heb slechte ervaring gehad met jeugdzorg. Want jij bent behandeld in een instelling? Ja, nee, ik ben uit huis geplaatst naar een pleegzin. En daarna door. Ja, en daarna weer terug naar mijn moeder. En daarna weer naar een pleegzin. Nee, er werd wat in haar oor gefluisterd. Maar goed dat je er bent. En ik hoop dat je straks misschien ook nog een vraag of een opmerking hebt als we het gaan hebben over wat er nu goed en met name ook slecht gaat in de jeugdzorg. Zijn er ook beleidsmakers, ambtenaren? Ja? Wel niet? U mag het zeggen, ik ben de kinderombudsman van Amsterdam. Ah, nou dat vind ik wel een beleidsmaker. Nee. Toch? Niet? Nee? De taak van een kinderombudsman is om naar verhalen van kinderen te luisteren. Ja. Met name natuurlijk de verhalen waar ze minder blij mee zijn. En om, je ziet dat er dingen regelmatig verkeerd gaan, daarover met de gemeente in gesprek te gaan. Dus u heeft wel eventueel invloed op het beleid naar aanleiding van die verhalen? Ik heb wel invloed op het beleid naar aanleiding van die verhalen, maar het beleid wordt gemaakt door de wethouder. Ja, en die is er helaas niet. Hier had ik nog een beleidsmaker, toch? Ja. Hi, ik ben Aika. Ik werk bij Stadsdeel Oost en ik ben beleidsrealisator jeugd. Dus wij doen vooral preventie en geven subsidies aan tienerwerk, jongerenwerk, meidenwerk. Welkom, goed dat jullie er allemaal zijn. Zijn het vooral ook journalisten in de zaal? Media? Oh, kijk, toch? Oh jee, drie. Drie op een rij. Is dat bewust? Zoeken jullie elkaar op? Nou, dan mag jij. Ik ben Marco Visser, ik ben van Dagblad Trouw. Daar schrijf ik over zorg. Ik begin nu eigenlijk net met jeugdzorg, dus om in jouw terminologie te blijven, ik kom hier toch vooral iets halen, informatie en ideeën voor verhalen. Heel goed. Volgens mij wordt het een informatieve avond. Ik heb een aantal jaar bij de FNV gezeten als vicevoorzitter van FNV Jong. En mijn voorzitter Jeroen de Glas kwam uit de jeugdzorg als jeugdzorghulpverlener. En via hem ken ik de verhalen ook van gepassioneerde hulpverleners. En het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee ze aan de slag gaan. Maar er zijn naast jeugdhulpverleners nog zoveel mensen met elkaar bezig om dat systeem maar draaiend te houden. En ik heb soms het idee dat het net als deze zaal is, dat iedereen een beetje rondjes om elkaar heen aan het draaien is. En dat we niet echt verder komen en dat het daardoor misschien het probleem kind van de gemeente is. En daarvoor hebben we... Ik mis een groep. Welke groep? Ouders. Dat is een hele belangrijke groep. En behoort u tot die groep? Kijk eens. Ik ben, even kijken, ruim 20 jaar pleegouder. Zowel crisis als perspectiefbiedend, zoals dat dan zo mooi heet. En ik heb ze van 5 tot in hun volwassenheid. En eigenlijk zijn ze nu, de oudste is nu 32 of zoiets. Maar daar hebben we nog steeds eigenlijk de zorg voor. Dus ik heb ook al de veranderingen in de jeugdzorg aan ons voorbij zien trekken. Dus ik kan vanuit die positie kan ik gewoon wat inbrengen. Daarnaast ben ik docent in de gesloten jeugdzorginstelling. Nou, heel fijn dat u er bent en dat u de groep ouders inderdaad nog even toe hebt gevoegd aan dit rijtje. Want dat is een hele belangrijke groep. En de wethouder is er dus helaas niet, maar we hebben wel een aantal sprekers vanuit verschillende
stakeholders die met jeugdzorg te maken hebben. En we zullen straks horen van Hans de Prie, bestuurder van Samenwerkingsverband voor Jeugdzorg IHUB. Maaike van der Aar, bestuurder bij vakbond FNV. Robert Vermeijeren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van Curium LUMC. En jeugdhulpverlener Saloua El-Mazouni. Maar die komen straks aan het woord, want we gaan eerst beginnen met een ervaringsdeskundige, Jason Boegwandas. Daar gaan we mee in gesprek over zijn persoonlijke ervaringen. Want na zelf in verschillende gesloten jeugdzorginstellingen geplaatst te zijn, pleit hij nu voor liefdevolle zorg zonder gevangenismuren. Jason, welkom. Kom eens dichterbij. Ja, afstand nabijheid. Welkom Jason, wie is dit? Dit is Lennon. Lennon is een hulphond. Yeah. Hij gaat al 3 jaar lang elke dag mee, dus nu weer. Mm-hmm. En wat doet je hulphond? Nou, in principe is het de knuffelbeest. Maar ik heb therapie gevolgd bij Hulphond Nederland, mm-hmm, in mijn laatste instelling. En daar heb ik 2 keer per week met honden mogen trainen. Yeah. En ik wou een hulphond. Ik wil nog steeds een hulphond. Dus als iemand een potje vrij heeft, laat me weten. En die kreeg ik niet, maar ik kreeg wel een knuffelbeest. Ah. Dus het is een beetje een pijnlijke vervanging. En hoe helpt dit jou? Nou, ik ging de jeugdzorg uit. Ik heb gesloten gezeten in gesloten jeugdzorg. En ik ging weg met een angststoornis, omdat ik niet meer gewend was om naar buiten te gaan. En ik was al tijden niet in de supermarkt geweest. Maar ik werd wel weer gedropt in Amsterdam na mijn 18e. En toen had ik dus dit beestje nodig om weer te wennen, om weer het openbaar vervoer aan te durven en om weer naar school te gaan. En nu is hij niet meer zo nodig, maar hij gaat nog wel, nog wel mee. Wat is zijn naam ook alweer? Lennon. Hij is vernoemd naar John Lennon. Ah, nice, John Lennon. Nou, helemaal goed. Welkom, Lennon. Je hebt al een beetje verteld, maar je bent ervaringsdeskundige. Neem ons even mee terug naar het begin. En dan, ik weet dat het heel veel is, maar dan toch zo kort mogelijk. Zodat mensen een beeld krijgen van wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, ik groeide op in een niet zo fijn gezin. Mijn vader was alcoholist en mijn broer had gedragsproblemen. Dus het was heel onveilig thuis. Er gebeurde regelmatig wat, was heel veel geweld. En ik ben heel lang onder de radar gebleven. Er was met mij nooit wat aan de hand, of heel lang in ieder geval niet. Ik ging gewoon naar school, deed VWO, ik had de juiste vrienden. En toen raakte ik depressief toen ik 13 was. Vrij logisch gevolg voor wat er gebeurde. Mm-hmm. En dat werd eigenlijk alleen maar erger en het werd niet gesignaleerd. Dus toen ik in de 5e klas zat, toen zat ik echt in crisis. Ik lag de hele dag in mijn bed, zo depressief was ik. En ik kon gewoon niks meer, ik was helemaal verstijfd. En toen kwam ik in beeld van de jeugdzorg, best laat. En toen kwam ik meteen gesloten te zitten. En hoe gaat het nu? Slecht. Ja, ik ben niet beter geworden in de jeugdzorg. Ik heb het idee dat ik zeg maar... ik werd gevormd natuurlijk door mijn thuissituatie. En dat was heel schrijnend. En dat haalde heel erg de mogelijkheid voor mij weg om normaal te leven. Maar ik heb het idee dat mijn periode in de jeugdzorg dat heel definitief heeft gemaakt. En ik zei net al, jij pleit voor liefdevolle zorg zonder gevangenismuren. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik kwam in de jeugdzorg terecht en ik had een broer die al in de jeugdzorg gezeten had. En ik vroeg me af, hoe komt het nou dat hij niet beter wordt? Hij krijgt zoveel hulp. Hij wordt onder havenklap uit huis geplaatst. Hij heeft tegen hulpverleners om zich heen en hij komt terug. En op een of andere manier is hij iedere keer erger. Ja. Ik dacht, dat is gewoon een stom kind. Het ligt aan hem. En toen kwam ik zelf in dezelfde instellingen waar hij had gezeten, gesloten jeugdzorg. Ja. En ik schrok van wat ik aantrof, want het was niet het beeld dat ik had bij zorg. Ik dacht, de hulpverleners, die zijn lief en ze kunnen lief zijn, hoor, dat is een andere discussie. Maar ik kwam letterlijk in een gevangenispand terecht. En in plaats van dat er gekeken werd naar wat heb ik nodig en waar kom ik vandaan, werd er vooral gekeken naar mijn gedrag. En dat gedrag werd dan in de kiem gesmoord door bijvoorbeeld isoleercellen of fixeren. Dus het was een hele kille omgeving in plaats van die liefdevolle zorg die ik nodig had en waar ik behoefte aan had. En hoe had dat eruit moeten zien, die liefdevolle zorg? Ja, wat had je liever gezien in de instelling waar jij bent geweest? Ik had die instelling überhaupt liever niet gezien. Yeah. het is gesloten jeugdzorg, het is een hele heftige setting. We hoorden het net al, het meisje Jessica heette ze, weet ik niet. Priscilla, maar die benoemde al, ik heb nog nooit een kind gehoord dat beter de gesloten jeugdzorg uit is gekomen. Ik vind dat niet hoort bij de jeugdzorg. Ik vind dat als je een sector wil hebben waar we trots op kunnen zijn en een sector die jongeren beter maakt, dat er niet bij past. Maar zeg je daarmee dat ze helemaal niet nodig zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen toch ook een gesloten inrichting nodig hebben, al is het maar tijdelijk. Gesloten jeugdhulp is breed. Ik kwam in de gesloten jeugdzorg terecht. Yeah. Ik vind dat persoonlijk heel schrijnend dat we dat in Nederland hebben. Het is
soortgelijk als een gevangenis. Ze komen alleen slechter uit in de leefklimaatonderzoeken. Dus het is slechter dan een gevangenis. Ja. Dit zijn kinderen die komen er niet als straf. Zonder strafrechtelijk proces word jij vanuit zorg geplaatst in een gevangenis. Dat is iets wat je, als je daar nuchter naar kijkt, zou zien in een dictatuur. Ik vind het heel raar. Als jij een kind wil helpen en een kind heeft bepaalde problematiek, dan kan je bijvoorbeeld helpen, ook in een gesloten setting binnen bijvoorbeeld de psychiatrie. Maar dit, wat wij nu doen, dat past er niet bij. Plus dat je moet beoordelen vanuit, je kan zeggen, joh, dit kind is moeilijk, dus het kind wordt gesloten. Yeah. Maar je moet niet kijken naar waarom moet het kind gesloten, je moet kijken naar wat lost het op. Als het niks oplost, moet je het niet doen. Maar lost het helemaal niks op? Ik denk dat de gesloten jeugdzorg voor de meeste kinderen alleen maar de situatie verergert. Als het niet voor alle kinderen is. Heeft het voor jou iets opgelost of echt helemaal niks? Nee. Ik heb heel veel trauma's erbij. Ik wantrouw heel veel hulpverleners. Dus ik heb een geweldige psycholoog, hè, maar ze gaat door hel. Omdat ik gewoon zoveel negatieve ervaringen heb. En mijn school is stuk gelopen. Ik heb wel geweldige vrienden, daar zit mijn vriendin. We hebben elkaar ontmoet in de instelling. Dus dat is op zich... Kijk, zie je? Dat is op zich positief, ja. Maar ik vind dat als je kinderen wil leren vertrouwen en als je kinderen iets anders wil laten zien dan wat ze kennen... Hè, ik was gewend aan geweld. Yeah. Ik werd geplaatst in een setting waar nog meer geweld was. Geen probleem, maar je hebt me het tegenovergestelde moeten laten zien. En als jij nu als ervaringsdeskundige terugkijkt... en je zou het zelf opnieuw mogen inrichten om die kinderen te helpen... wat zou jij dan toevoegen aan het systeem? Of veranderen aan het systeem? Ik zou het richten op autonomie. Dus het is nu, zeg maar, als jij in een traject zit voor jeugdzorg... en jeugdzorg, dat wordt gezien als iets heel engs. Hè? Er heerst echt een angstcultuur. Als jij als kind te maken hebt met jeugdhulp... dan ben je bang voor ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. De ouders zijn dat ook. Het is niet het samenwerkersverband waarin ik nu vrijwillig naar mijn psycholoog ga of zo. Dus het is alsof jij als kind op de achterbank wordt gezet van je eigen auto. Maar die kinderen moeten aan het stuur. Dus wat ik zou veranderen als eerste is dat kinderen bepalen wat zij willen en hoe zij willen groeien. Dat is het belangrijkste. Ja. En die liefde? En die liefde, dat moet er natuurlijk komen. En het zou mogelijk moeten zijn, want als je ervan uitgaat, de meeste hulpverleners die gaan de zorg in vanuit liefde. Ja. En het komt nu niet tot uiting. Er zijn heel veel redenen voor. We hebben net ook opeenstapeling van problemen achter elkaar gehoord, zeg maar. Maar die liefde die is er ergens wel en dat moet er gewoon meer uitkomen. En nu heb je een fantastische hoodie van Doerenbach aan met daarop probleemkind. Is dat hoe je jezelf definieert of is dat hoe de maatschappij je definieert? Ja, geen van beide. Ik merk dat ik heel vaak niet in het hokje probleemkind geplaatst word. Dat is een privilege dat ik heb. Meestal kan ik wel redelijk meekomen of lijkt het in ieder geval zo. Maar ik weet dat heel veel andere kinderen wel zo bestempeld worden. En ik vind dat ik wel voldoe aan zeg maar, de normen die je nodig hebt als probleemkind. Half jeugdzorg gezien. Dus ik vind dat ik de titel mag dragen. Maar ik vind dat we ermee moeten stoppen om te gebruiken. Dus ik ben een beetje aan het provoceren. Dit is mijn manier. Ja, vandaar dat ik over begin. Als je hier gaat zitten met probleemkind, dan ga ik erover beginnen. Ja, ik heb hem ook zo. Ik ben blij dat de volgende keer doe ik een andere term aan. En hebben we iedere keer gewoon een gespreksonderwerp. Heel goed. En we gaan zo in gesprek met een aantal professionals uit het veld. Wat denk je te horen? Of waar hoop je, welke kant hoop je dat ze op zullen gaan? Wat ik hoop, en dat zie ik nog vrij weinig gebeuren in de jeugdhulp, is dat... er eigenaarschap komt van de problemen die er zijn. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat iedere partij naar een andere partij wijst. Dus de gemeente die vinden dat het vanuit het Rijk moet komen. Rijk zegt nee, maar we hebben gedecentraliseerd. Organisaties zijn afhankelijk van andere organisaties. Dus het lijkt alsof het probleem van niemand is of zo. En ik hoop dat iedereen zijn eigen aandeel claimt en het toevertrouwt aan zichzelf en er wat mee doet. Ik denk dat dat echt een heleboel zou oplossen. En dan weet ik dat jij jouw verhaal veel deelt in zaaltjes, maar ook op Twitter. Als je het op Twitter plaatst, dan bestaat het tegenwoordig. En ben je dat op een gegeven moment bewust gaan doen? Wat wilde je daarmee bereiken? Of was het, niet, of was het meer voornamelijk om zelf op het gelucht te zijn dat het eruit is? Nee, zeker niet. Voor mij is het echt onvermogen. Dus mijn hele dag draait om jeugdzorg. Er gaat geen dag voorbij waarin ik niet denk aan jeugdzorg. Omdat ik me er gewoon heel erg zorgen over maak. Omdat het heel veel impact op mij heeft gemaakt. Maar ook omdat ik mijn groepsgenoten heb gezien. En dat waren echt geweldige kinderen. En die verdienen beter dan dit. Dus mijn hele dag draait om jeugdzorg. Omdat ik niet anders kan. Twitter, dat is een van de platformen waarbij je gewoon heel veel mensen kan bereiken. En ik doe dit omdat ik de situatie verbeterd wil zien. Maar als het goed gaat met de jeugdzorg, dan ga ik heel graag wat anders doen. Wat dan? Ik wil vuilnisman worden. Vuilnisman? Ja. Nou, misschien zit er iemand in de zaal die wel connecties heeft.
Dan kunnen we dat gewoon, regelen. Maar heeft het delen van je verhaal, heeft dat wat opgeleverd, denk je? Denk je dat er wat meer bewustzijn is of begrip? Of... Ik heb het idee dat de sector wel aan het schudden is. Ik heb niet het idee dat ik de hele tijd voor niks overal op ben komen dagen. Yeah. Maar ik denk dat in praktijk nog niet heel veel veranderd is. Oké. Nou, we gaan zo praten met mensen in de praktijk. Blijf je wel in de buurt, zodat je af en toe nog wat kan roepen of reageren? Ja, zeker. Yeah? Absoluut. Okay. Dames en heren, Jason Boekwanders, dank je wel. Ja, nou, het gesprek gaan we in twee delen structureren. Het eerste deel gaat over de huidige uitdagingen binnen de jeugdzorg. En dan gaan we in het tweede deel van het gesprek gaan we het hebben over de toekomst en eventuele oplossingsrichtlijnen. En ik wil graag mijn gasten naar voren roepen. Ze zitten allemaal achter mij. Maaike van der Aar is bestuurder bij FNV Zorg en Welzijn. Welkom, Maaike. Hans Dupri is bestuurder bij IHUB, samenwerkingsverband van vier aanbieders van jeugdzorg en speciaal onderwijs, Horizon Altra, de Opvoedpoli en de Nieuwe Kans. Hans, welkom. Robert Vermeijeren is onder andere hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van CuriumL UMC. Robert, goedenavond. En de laatste is Salwa Elmazouni, jeugdhulpverlener bij Street Corner Work. Welkom. Goedenavond. Hoe luisteren jullie naar zo'n verhaal van Jason? Ja, wij kennen Jason goed. Hij werkt ook met ons samen, hè, zo af en toe. Dus ik ken zijn verhaal en ik vind het elke keer weer schrijnend om te horen. Ja. Yeah. En wij kennen het verhaal ook vanuit de hulpverleners. En volgens mij raken die verhalen elkaar. Volgens mij raakt het hele veld elkaar, laat ik het zo zeggen. En moeten we ook zoeken naar... enerzijds ons eigen stukje waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn, zoals Jason dat ook zegt, en tegelijkertijd zijn we ook verantwoordelijk om elkaar te raken als raders in het systeem. Ja. En daar gaat wel eens wat mis. Zeker. Ja. Zou je wel een bekend verhaal als jeugdhulpverlener? Ja, misschien goed om te benoemen. Ik werk als jeugdhulpverlener in de vrijwillige hulpverlening, dus ik werk niet in een verplicht kader. En ik krijg vaak te maken met deze jongeren nadat ze uitstromen bij jeugdzorg, 17, 18 jaar. En dan kom ik ze eigenlijk tegen op straat met nog evenveel problemen en vaak nog erger. En is het belangrijk dat er dan jongeren zoals Jason zijn die hun verhaal delen? Zeker. Ik herken heel veel punten die hij heeft opgenoemd. En ik als hulpverlener heb er eigenlijk bijna dagelijks mee te maken. Dat ik vaak tegen dingen aanloop, dat je wel weet wat er nodig is. Omdat je vastzit aan kaders van de jeugdzorg of van andere instellingen. Ja. En dat maakt het voor mij als vrijwillige hulpverlener heel moeilijk. Omdat je wel het vertrouwen hebt van die jongeren. Ze staan naast je, ze zijn gemotiveerd. Maar je loopt soms tegen wat barrières aan. Ja. Laten we even naar het begin gaan. Dat is de definitie jeugdzorg. Jullie werken in verschillende hoeken van het veld. Hoe definieer je jeugdzorg vanuit jullie eigen invalshoek? Interessante vraag. Maar even terug, ik zou Jason heel erg willen bedanken voor zijn verhaal, want ik denk dat dit meer moet gebeuren, dat dit ons moet leiden ook. Want en helaas zijn er veel meer verhalen dan Jason. Mm-hmm. Alleen al nu zitten we in de week ook na het trieste verhaal van Noah. Yeah. Ja. Dat zouden we ons ook nederig moeten stemmen en bescheiden om te kijken hoe kunnen wij gezamenlijk binnen de jeugdzorg, jeugdhulp daar wat aan doen. En in die zin vind ik die definitie vraag eigenlijk niet zo interessant. Niet zo relevant. Nou, ik vind dat we allemaal eigen plekken hebben in dat veld om te kijken. Van hoe jullie vanuit jullie werkzaamheden naar jeugdzorg kijken. Dat is net welke invalshoek je ernaar wil kijken. En ik denk dat we nu allemaal nog heel even weer geraakt zijn door het verhaal van Jason. Die inderdaad op voortreffelijke wijze formuleert. Maar daarmee wel heel confronterend. En dan denk ik dat je naar je eigen verantwoordelijkheid moet kijken, naar het collectief en wat je daaraan en wat we daaraan aan het doen zijn. Yeah. Want ik denk dat het verhaal van Jason in ieder geval zijn situatie ook aangeeft en aantoont dat het soms gewoon verlegenheidsoplossingen zijn. En wat hij zelf ook aangeeft, dat jongeren vanuit handelingsverlegenheid opgesloten worden, maar daar in ieder geval niet beter uitkomen. Nou, dat blijkt in de praktijk en ook wetenschappelijk aangetoond. Dus het is niet alleen zijn ervaring, dat is ook breed. En waar we nu mee zitten met elkaar, het is dat ik gelukkig kan zeggen dat er op kleine schaal wel nu gewoon in ieder geval pogingen worden gedaan om alternatieve gewoon behandelingsvormen te ontwikkelen. Hier in Amsterdam, in Den Haag, in Noord-Holland. Maar het is wel ook razend ingewikkeld. Ik denk ook dat we bescheiden moeten zijn en niet meteen moeten zeggen dat daarmee de oplossing is gevonden. Ja. Maar in ieder geval
laten we zeggen, die crisis, die kritiek, die is aan het aankomen. Ja. Het ingewikkelde is wel dat we op dit moment in een context moeten opereren, in een veel bredere context, dat we natuurlijk ook ontzettend bezig zijn in een rare wereld van, nou ja, laten we zeggen, overleven, aanbesteden en proberen personeel te behouden. En dat faciliteert nou niet bepaald. Dat ontstaat ons niet van de plicht trouwens om wel heel veel aandacht aan dit fenomeen te besteden. En als je kijkt naar de Jeugdzorg Plus, wat voor mij trouwens niet alleen een vraagstuk is van Jeugdzorg Plus, maar gewoon van de jeugdzorg in zijn totaliteit. Want uiteindelijk zie je dat we steeds doorverschuiven. En dat vind ik een kwalijke zaak, hè, met uiteindelijk het eindstation Jeugdzorg Plus. Het doorverplaatsen, hè, waar ook het vergeten kind voor aandacht voor vraagt. Dat is iets waar we ons ongelooflijk moeten, denk ik, nou, aantrekken, schamen, moeten zien te doorbreken. Ik ben wel blij dat nu op kleine schaal vanuit de jeugdzorg echt verantwoorde initiatieven op dat terrein plaatsvinden. Ja. En ook dat we gemeenschappelijk in ieder geval proberen daar waar toch gesloten moet worden opgenomen, dat er andere spelregels worden gehanteerd. Ja. En nog ben ik het met Jason eens dat men voor een heel klein beperkt aantal op een andere manier gesloten zou moeten worden behandeld. We zijn in negatieve zin helaas in Nederland koploper als het gaat om gesloten plaatsingen. Ja, en we gaan het straks uitgebreid hebben over eventueel initiatieven en oplossingen. Maar ik wil toch even eerst nog de context en de huidige situatie analyseren. Maaike, jij bent van IFV. Waar lopen zorgverleners tegenaan op dit moment? Als je nu een analyse erop zou moeten gooien. Nou ja, het woord werkdruk, hè, dat is natuurlijk een heel abstract, breed begrip. Maar wij zijn wel zover dat we dat geanalyseerd hebben en dat we ook zeggen van er is gewoon objectief gezien een werkdrukprobleem. En dat heeft gewoon te maken met dat er te weinig mensen zijn voor te veel werk. En dat je dus van een 10 liter emmer constant probeert te vullen met 11 liter. En dat is ontzettend belemmerend voor jeugdzorgwerkers, omdat zij het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen doen waarvoor ze eigenlijk voor dit vak hebben gekozen. Namelijk die cliëntencontacten en echt de tijd en de ruimte nemen voor het kind. En bezig zijn met van afspraak naar afspraak rennen. En als ze dat niet hoeven te doen, dan moeten ze wel een of ander formulier invullen. Dus werkdruk is ook een van de vertrekreden nummer 1 uit de sector. Dan heb je het ook over administratieve lasten. Als je het hebt over wat is dan werkdruk, administratieve lasten komt daar hoog naar boven. Dat is wat we net in het filmpje zagen, een behandeling, daar een half uur de tijd om daarna ook nog te registreren, waardoor je eigenlijk veel minder aan je eigenlijke werk toe kan komen. Ja, en dat is een voorbeeld wat we allemaal vaak horen, maar als je bedenkt dat er organisaties zijn waarin de jeugdhulpverlener moet opschrijven dat hij naar het toilet gaat en dat niet declarabel is. En daardoor maar bedenkt van nou, dan schrijf ik maar 3 minuten bij het gesprek bij moeder, dan kan ik tenminste nog plassen. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig in Nederland? Yeah. En dat heeft iets te maken met hoe we kijken naar dit vak, hoe we kijken naar de professional. Wat voor vertrouwen we geven, welke ruimte we geven aan die professional om gewoon zijn werk te doen. En ik vind dat een zeer schrijnende ontwikkeling. En wij strijden daartegen met alles wat we in ons hebben. Samen met professionals, gelukkig ook steeds meer samen met werkgevers, samen met veel meer partijen in het veld. Je loopt daartegen onwrikbare muren soms op. En dat is schrijnend in Nederland. Het grootste probleem aan de zijde van de hulpverleners, werkdruk. Ja. Stellen we als hulpverlener, als jij dan naar de hulpbehoevenden kijkt, waar lopen zij dan specifiek tegenaan? Je ziet dat de jongeren waar ik mee te maken heb, hè, zijn vaak 17, 18 jaar of 16 soms. En die hebben dan vaak een jeugdzorgmedewerker als casusregisseur. Dus ze vallen eigenlijk al onder de jeugdzorg. Ze hebben alle hulpverleners eigenlijk al om hun heen die ze nodig hebben. Maar inderdaad door werkdruk, steeds doorverwijzen voor elk leefgebied. Tientallen hulpverleners die betrokken zijn, trekken ze zich eigenlijk terug. Die jongens kom ik eigenlijk, meiden kom ik tegen op straat. Wat ik merk is dat de hulpvraag nog steeds blijft liggen. En de hulpvraag wordt dan wel bij mij neergelegd op een vrijwillige basis. Jongeren willen zich laten onderzoeken. Die werken mee aan GGZ. Die willen graag naar een psycholoog. Dus staan open voor hulp. Alleen je ziet soms dat cliënt centraal, wat we op de opleiding hebben geleerd, dat een beetje verwaterd. En dat het dus gaat om, kan jij dit doen? Ik schrijf dit op jou af. En vaak doe ik heel veel werk waar ik eigenlijk dus niet voor nodig ben. Want er is al allerlei hulp betrokken. Mm-hmm. Maar dan denk je toch van, vanuit het perspectief van een jongere wil je iemand toch van A naar B krijgen. En ik probeer ze dan vaak terug richting de hulpverlening te krijgen en te motiveren. Om toch de juiste zorg te krijgen uiteindelijk. En nou hoor ik al zo lang het gaat over de problemen rondom het jeugdzorg. Dat komt werkdruk eigenlijk meteen omhoog. Ja. En dan zou je denken,
of dan wordt er al gezegd, er is meer geld nodig voor jeugdzorg en dus meer personeel om dat allemaal te verlichten. Is dat ook zo? Gaat meer geld tot betere jeugdzorg leiden? Het is heel grappig welk frame er nu een beetje rondvinkt. Hè? Want wij als FNV vragen geld. Yeah. En wat je dan eigenlijk standaard terugkrijgt, en dat is een beetje een frame wat denk ik ook vanuit de overheden komt. Meer geld is niet de oplossing, hè? Mm-hmm. Krijg je dan te horen. Eén, daarmee sla je de discussie direct dood. Yeah. En twee, wij vragen niet om extra geld. Mm-hmm. Wij vragen om het gat te vullen. Dus we vragen om stabilisatie van de sector. Als je bijna een miljard tekort hebt, dan is 420 miljoen geen extra geld. Dan sta je, hè, als je thuis 100 euro tekort hebt en ik geef je 50 euro, dan heb je niet opeens extra geld waarmee je kunt investeren. En dat is een beetje wat aan de hand is. Dus wij zeggen, het is niet genoeg. Daarmee zeggen wij van, je zou dat wel eerst moeten doen. Wil je de rust en de ruimte ervaren en ook hebben om daadwerkelijk te praten over wat moet er dan nu anders? En dan moet die investering voor dat woord transformatie, hè, dus dat hele systeem moet omgebogen worden. Waar wij overigens heel erg achter staan, de cliënt en de hulpverlener, die moeten centraal staan. En de rest van het systeem moet dat faciliteren. Dan kom je daar pas aan toe. Dus het frame extra geld is niet de oplossing. Nou ja, kijk, wat we willen kost wel. Is geld tekort het probleem? Nou, op dit moment wel, denk ik. Ik vind het ook inderdaad, staat met Maaike aan, het is gewoon even meer teruggeven wat de sector ontnomen is. Mm-hmm. En dan nog staan voor een geweldige uitdaging. Als je natuurlijk kijkt, een van de grootste transformaties na de Tweede Wereldoorlog, de hele overheveling van. Daar is ruim 25% gekort en ongeveer een 10-12% toegenomen. En dan nog innoveren. Nou, dat snapt iedereen dat gewoon niet kan. Dat neemt niet weg, vind ik, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Dus niet rond blijven draaien. Ik zou zeggen, voorlopig teruggeven voor een afgebakende tijd. En dan wel de opdracht, denk ik ook. Want de werkdruk komt niet alleen maar vanwege het tekort aan personeel. En heeft ook te maken met dat ook medewerkersprofessionals zoeken naar ruimtevrijheid om hun werk goed te kunnen doen. Dus wij zullen ook, denk ik, wij zullen die ruimte nog moeten pakken en afspraken moeten maken met gemeentes. Wat we in de komende 2-3 jaar dan ook aan prestaties gaan leveren. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, dan maken wij ons verantwoordelijk dat een x-percentage, en ik zou zeggen 50-60% van de jongeren, gewoon niet meer gesloten wordt opgenomen, hè, over 3 jaar. Dan gaan we 20% van de mensen zo in ieder geval begeleiden dat ze het in eigen kring de hulp kunnen redden. Ja. Dus dat ze geen professionele hulp nodig hebben. Ja. Want anders denk ik dat extra geld geen enkele bijdrage levert en de kwaliteit niet ten goede komt. Ja. Dan is het meer even sussen van het probleem. Check. Maar nu, om grote problemen te voorkomen, want ik denk dat we op dit moment wel aan de vooravond staan als we niet uitkijken van het faillissement van het systeem. Gemeentes kunnen niet anders, denk ik, moeten toch betalen. Huisartsen verwijzen door rechters. Nou, uiteindelijk gaat dat een keer zoveel ongenoegen opleveren. Dat als je niet uitkijkt, dan moeten ze het wel over en afdragen en overhevelen naar een afwendel op de zorgaanbieders. Die gaan toch maar meedoen omdat. Nou, de eerste instellingen zitten op dit moment met de bank in gesprek om. En ja, dan komt de zorgcontinuïteit ook in gevaar. Maar ik vind ook dat wij een vraag moeten maken over de prestaties. Ik wil even om mijn punt te maken en mijn tas nemen en wat illustreren waar het probleem zit. Eén moment. Ja. Ik wil even aangrijpen op het verhaal van Jason. Die heeft een heel schrijnend en pakkend verhaal geschreven in de krant een tijd geleden. Ja. En daar is de reactie op gekomen. Mm-hmm. En toen is één stuk gemaakt, De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Ik denk dat Jason daar heel tevreden mee was. Want hier staat in, wat Jason ook zegt, hij maakt zijn therapeut niet makkelijk. Hij hebt heel nog steviger uitgedrukt. En dit plan wil daarop ingaan, want dat klopt. Mm. Het is niet alleen Jason, maar als therapeut. En Jason en weet ik veel, en Karen en Kelly en John enzovoort, allemaal in behandeling hebt, dan heb je heel veel nodig om het te kunnen doen. En dat staat in het plan om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Helaas staat op het einde van het plan, als het gaat over de financiële paragraaf. Sorry, dat moet even nog zoeken. Ja. Maar dat is één stukje. Maar het volgende stuk is, daar ga ik nog iets uithalen, waar wij op dit moment mee overdonderd worden, is dit. Het is de inkoop van één regio. En zo zijn er 42. Mm. Toek, 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 toek. Eigenlijk meer, want sommige regio's zijn nog uit elkaar gevallen. Ja. En deze stapel van allemaal voorwaarden. En de ene doet het met resultaatbekostiging. Dan krijg je een pakketje voor in een kwadrant of
en weet ik veel hoe ze het noemen. De andere is uurtje factuurtje, maar dan ook weer met die en die en die voorwaarden. Deze is van Haaglanden, die willen ook een garantie de komende 12 maanden. Dus dat wil zeggen, als Jason stoppen met behandelen en ik kom binnen 12 maanden terug, dan krijgen we geen extra geld om hetzelfde te doen. En dit soort zaken. Dus dat is hetgeen waar wij mee zitten. En op basis hiervan... Oh nee, maar dit zit er niet in natuurlijk, die motivatie, want het gaat alleen maar over minder. En dat is het essentiële probleem. Dus in die zin is dat meer geld niet geen oplossing, zolang deze waanzin doorgaat. Ja. Wij blijven allemaal aanbesteding, want ik zat in dat bilijn en ik hoorde al de term aanbesteding van mijn achterbuurvrouw. Dus dat gonst overal. Dus continu is het enige mee bezig zijn. En die gemeentes, die dus met 42 regio's, die vinden het allemaal een mooi plan, want de VNG staat erbij, de ministerie staat erbij, allemaal bij. Maar dit is door de letter. Terwijl Jason zijn verhaal verteld heeft. En dat vind ik zo schrijnend. Dat moeten we ons aantrekken. En dit is geschreven door mensen van de inhoud. Die het echt weten waar het over gaat. Een echte therapeut denkt van dat moeten we hebben. Maar dit komt niet. En daarom vind ik ja prima dat geldt. Maar dit is gewoon een pleister op een open wonde op dit moment. Nee, maar kijk. En daarom, als ik er toch even op in mag gaan hoor. Want ik bedoel, ik ondersteun je betoog volledig. En het is, daarom probeer ik ook te herframen hoe op ons gereageerd wordt. Ja. Wij zeggen niet, er moet extra geld bij en dat pompen we in hetzelfde systeem. Wij zeggen, je moet eerst de sector stabiliseren voordat we toekomen aan de hervorming van het systeem. En daar gaat die 750 miljoen van ons over. Die gaat niet over iets extra's. Dat is gewoon het gat vullen. Ja. Dan ben je gestabiliseerd. Dan moet je praten daarna over wat moet er anders. En dan ben ik het helemaal met je eens dat dit soort pakketten papier dood papier zijn. Als ik hier ook nog even... want wat jij hier zegt is, ik vind dat we bij dat plan... De beste zorg voor kinderen, of het kwetsbare kinderen, ik weet niet precies hoe het heet, maar de beste zorg voor... dat hebben wij ook gelezen. Het is natuurlijk een utopisch plan, prima. Eén, er zit geen financiering bij. En ik denk ook dat we uit elkaar moeten trekken. Wat is inhoudelijk het beste en wat is praktisch op dit moment het enige wat je zou kunnen doen? Ik bedoel, wij hebben voorbeelden van jeugdhulpverleners die zeggen, ik sta op een groep... En op dat moment neemt een meisje een stukje glas in haar mond. Ik ben als enige ervaren hulpverlener op dat moment op de groep en ik sta met een invaller. Ja. Ik moet met dat meisje apart. Ik kan niks doen. Ik mag dat meisje, ik mag niet in haar lichaam. Hè, dus ik mag dat stuk glas niet pakken, maar ik moet dat met dat meisje weg. Ik laat dus een invaller alleen op de groep achter met 10 bange kinderen. Want die hebben gezien wat er gebeurt. Dus die kinderen zijn bang. Dus die hulpverlener die staat in een enorme spagaat. Hij zegt, wat ik nodig heb is iemand die boventallig op dat moment op die groep staat. Ja. En dat zijn de kosten die gewoon gemaakt moeten worden. Ja. Als we dit willen realiseren, dan moet dat kostenplaatje daarin zitten. Ik ben niet blij dat we dit plan inderdaad met een hoop gejubel hebben gelanceerd. Of dat dit plan met een hoop gejubel is gelanceerd zonder dat dit soort kosten daarbij zitten. Dan heb je inderdaad dood papier. Je meldde net al het bedrag van 750 miljoen euro. Dat wordt geëist vanuit FV Zorg en Welzijn voor de jeugdzorg. En er is nu aangekondigd dat er in de komende jaren vanuit de Rijk meer geld vrijgemaakt wordt. Ja. Tevreden? Nee. Ontevreden? Nee, ontevreden. Het is te weinig, want het vult nog niet de helft van het tekort. Daarom zei ik van als je het tekort bekijkt, hebben we 450 miljoen bezuinigingen. 490 aan de toename aan zorg. Als je daar 420 in stopt, dan heb je nog niet de helft opgelost. Dus het is te weinig, het is niet geoormerkt. Dat betekent, kijk, gemeentes die zeggen nu... een veelgehoorde opmerking is, wij betalen lantaarnpalen van jeugdzorggeld. Gemeenten zeggen, het is andersom. Yeah. Wij betalen de jeugdzorg van lantaarnpalen. Dat betekent dat als een gemeente geld krijgt, dat die ook kan beslissen... Oh, nou dan ga ik nu toch maar investeren in die lantaarnpalen. Of om het wat eerbiediger te zeggen, de bibliotheek open te houden of het zwembad. En daarbij zien we dat daarna wordt 200 miljoen geboden. Maar aan de andere kant daalt de inkomsten van de gemeentes, omdat ook de overheidsuitgaven dalen. En die twee hebben met elkaar te maken. Dat is een trap-op-trap-af systeem, noemen ze dat. Dus als je minder uitgeeft als overheid, krijgt de gemeente minder. Dus je kunt er 300 miljoen in stoppen en aan de andere kant wordt er 200 miljoen volgend jaar weer weggehaald. Dus je houdt gewoon heel weinig over. Zie jij het ook zo, Sarah, weer wel tevreden met het vrijgekomen budget? Ik deel wel de mening van Maaike. Ik heb veel te maken met jeugdzorgwerkers inderdaad die in gesloten instellingen staan, die hoge caseload hebben, waardoor ze eigenlijk de zorg niet kunnen bieden. Ze hebben geen 1-op-1 contact met de cliënten. Wat ik net zei, het gaat vaak ten koste van de cliënt. Dus het is meer inderdaad, hoe houden we ons hoofd boven water?
En hoe houden we eigenlijk ons team draaiende en de rapportages en alle andere dingen die erbij komen kijken. Zolang je niet stabiel bent en de basisbehoeften kan, als je daar niet in kan voorzien, de basishulp om zo maar te zeggen. Dan kan je wel, sorry? Dat extra geld gaat niet naar de zorg gaan, dat extra geld gaat naar dit gaan. Dat gaat naar nog meer mapjes? Nee, ze hebben nu al door al deze mapjes, al die aanbestedingen, hebben ze heel veel geld nodig om dat allemaal in stand te houden. Ja. Plus, ze hebben ook een aantal dingen gedaan die geld gekost heeft. Amsterdam zit 30 miljoen in de min, niet door meer jongeren, maar doordat ze een of andere aanbesteding gedaan hebben, waardoor dat ze daardoor veel geld verloren zijn. Laten we vertellen zoals het is, maar dat is het niet. Dat geld gaat dus daar naartoe gaan en niet daar naartoe gaan. Dus meer dus geld. Dus Jason mag blijven roepen en ik hoop dat hij blijft roepen, zeker. Want dit moet gebeuren en niet dit. Dus meer geld gaat niet automatisch betekenen betere jeugdzorg? Nee. Uiteraard, nee. Wat we hier doen, zouden we richten en dan even veel fundamenteel en breder moeten doen. Extra geld absoluut noodzakelijk. Ik sluit met Maaike aan. Maar je zou deze periode ook moeten benutten en niet alleen in somberheid en negativisme. Want we hebben het niet voor niets ingezet. En we zijn nu een paar jaar bezig en ik denk er gaan een aantal dingen ook beter en goed en zijn uniek, ontdekken we. En dan gaan een aantal dingen ook fors fout gewoon. Het is niet voor niets een beetje een crisisachtige situatie. Als er nou in rust wat geëvalueerd zou kunnen worden en we kunnen afspraken maken, inderdaad geld erbij om de rust, om ongelukken te voorkomen. Maar tevens met elkaar kijken wat we dan de komende jaren gaan doen. Want ik denk dat gerichte inkopen bijvoorbeeld nog steeds niet zo slecht is. Of het aanbesteding moet met dit circus, absoluut niet. Maar de gemeentes zijn niet voor niets regisseur geworden. We moeten ook vernieuwen met elkaar. Maar uit deze overspannen situatie gaat dat niet lukken. En dan gaan straks eerst ongelukken komen om. Dus ik denk extra geld zeker. Maar ook combineren met gewoon een open evaluatie, zonder dat er lange tenen zijn. Want de gemeente doet hun best, zorgaanbieders doen hun best, cliënten. Maar laten we nou in we gemeenschappelijkheid, en daar ligt een plan. Nou ja, en Robert zegt het eigenlijk al, het is eigenlijk gênant dat wij ook accepteren dat zo'n plan komt. Dat we daar inderdaad positief over zijn. Dat je weet dat je het niet kunt uitvoeren, in ieder geval niet zoals je zou willen. Kijk naar opleidingen, dat soort zaken, zonder financiering. Maar het is maar een deeltje, het gaat over hele kwetsbare jongeren. Maar het is een veel beter vraagstuk. Het gaat over veel meer. We hebben in de aanloop denk ik, van deze decentralisatie ons toch wel wat vergist. We hebben een heleboel opgeroepen wat we nou op dit moment niet goed kunnen beheersen. Je kunt ook zeggen, wat kunnen we ervan leren om de volgende stappen te maken? En dan denk ik, los van salariering en werkdruk, dat het voor mensen ook weer een leuk vak wordt. Want moeten we ontzettend uitkijken. Je zal avond in avond nieuwsuren, kranten in horen dat het niet deugt en niet klopt. Er zijn zoveel mensen die individueel nog steeds waanzinnig goede dingen doen, maar het systeem helpt ze niet. En dan denk ik, laten we met elkaar kijken of we dan de goede ervaringen, zoals we nu in kleinschaligheid bezig zijn rondom deze problematiek, daar waar GGZ en jeugdzorg wel de handen in heen heeft geslagen, en je ziet dat jongeren gelukkig zijn of in ieder geval zich beter kunnen handhaven. En er zal denk ik nog een fundamentele vraagstuk moeten plaatsvinden. Het feit dat die jeugdzorg zo toeneemt, want ik vond het ook wel een beetje een verdrietige titel in die zin. Ik denk dat de jeugdzorg op zich niet ziek is. Hij is wel in crisis, gelukkig, want er komt er ook beweging. Maar er is ook wat in die samenleving aan de hand. Yeah. Het feit dat er wat in de jeugdzorg is een symptoom van wat er in de samenleving aan de hand is. En ik zou wel graag willen dat wij wat meer dan nu daar in de samenleving zouden adviseren wat er beter zou kunnen. Nou, daar wilde ik inderdaad naartoe, want volgens de laatste cijfers is bijna 1 op de 10 jongeren zit in de jeugdzorg. En dat is gestegen in de afgelopen jaren, maar volgens de prognose gaat dat ook nog meer stijgen. Waar is die stijging door te verklaren? Ik denk dat we dat gewoon even moeten bekijken over wie het gaat en of het jongeren zijn bij de jeugdteams, al dan niet of wel. Dus ik vind dat aantal niet zo van belang, maar het belangrijke vind ik toch op terugkomen. Er zijn een aantal jongeren, die net als Jason en anderen, die we niet weten te bereiken. Yeah. Dat vind ik een belangrijke. En daar moeten we wat aan doen. En dat zien we, dat schokt de maatschappij. Yeah. Dat is ook, maar toch worden er meer jongeren bereikt. Vanuit voor onze medewerkers die daar echt heel erg mee begaan zijn, die daar ook door in de put zitten, die eigenlijk niet weten wat daarmee te doen. En daar moeten we ook ons op focussen. En niet alleen op de aantallen van zoveel zijn er, maar wel maar op de praktijk zelf. Ik focus me niet op de aantallen, ik vroeg naar de oorzaken. Want de anonieme groep, dat is inderdaad wel erg, maar de groep die we wel kennen, die wordt steeds groter. Ja. En is dat ergens door te verklaren? Nou, ik denk dat het gaat er niet over die hele kwetsbare jongeren, want ik denk dat we daar ook al het nodige over gezegd hebben. De toename, ik denk dat vind ik maatschappelijk gezien een zorgelijk punt. Mm-hmm. En wat wij in ieder geval ontdekken, en veel werkers hebben daar ook de nodige last van, een worstel daarmee. De cliënt is wellicht te veel doorgeschoten naar consument. Mm-hmm. En dan zie je toch, kijk, wij moesten in het verleden leren luisteren.
En dat hebben we zo goed geleerd dat we nu bijna alleen zo nu en dan blijven luisteren om even cynisch te formuleren. En ik denk, ik zou heel graag een pleidooi willen houden voor een grote groep en de invalshoek ook wat willen veranderen. Het heet jeugdzorg en ik zou veel liever spreken over familiezorg. Ouders zijn en blijven de eerste verantwoordelijke. En dat is iets anders dan schuldig. En ik zou ook wel willen dat onze interventies nog wat meer daarop gericht zouden zijn. Maar dat betekent ook dat we van ouders een zekere inspanning vragen. Nou, en nogmaals, het is anders dan schuldig. Hè? Het is mensen helpen hun verantwoordelijkheid als opvoeders waar te kunnen maken. En als je ziet, als je in Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld in een gemeente waar we dat goed kunnen meten, is Alphen aan de Rijn. 43% van de vragen zijn gerelateerd aan scheidingen. Ja. Ja. En ik denk dat mensen scheiden, dat is inherent aan deze vorm, hè, van tijd van samenleven. Maar dat de rekening dan gepresenteerd wordt bij, dan zou je ook een mensen inspanning kunnen vragen om een verantwoordelijkheid als ouders te blijven nemen. Daar moeten wij ze bij helpen. En nu gaat er heel veel geld in zitten en ook een worsteling vanuit jeugdzorg. Dus ik zou veel meer spreken over familiezorg, het vak ook herinrichten wat dat betreft. Dus niet wat we nu doen, ouders erbij betrekken. Nee, ouders zijn en blijven de eerste verantwoordelijke. Ja. En zodanig aanspreken en helpen die verantwoordelijkheid te maken. En ook soms zeggen tegen een aantal mensen dat het heel normale problemen zijn die iedereen meemaakt. En als je een leuke schoonmoeder hebt of een leuke vriend, ga daar eens mee babbelen. Ja. Dus ook wel, laat dat geld dan ook voor die groep beschikbaar zijn. Ik ga even naar de meneer die de groep ouders erin eraan had toegevoegd. Omdat u nu ook over de ouders hebt begonnen. En u wilt er straks ook al iets toevoegen. Ik wil even één aanvulling geven over de financiering. Want we praten alleen over de korting vanuit het Rijk. Maar voordat de decentralisatie plaatsvond, lag de jeugdzorg bij de provincie. En die paste 10% autonome middelen bij. Over dat bedrag hebben we het helemaal niet. Ook dat bedrag is bezuinigd. En er is een derde traject. Is dat er namelijk van de GGZ. Wat vroeger premie betaald werd, dat is overgeheveld ook naar de gemeente. En de GGZ en de AWBZ hebben nooit kunnen aangeven hoeveel cliënten in de zorg zaten en hoeveel geld dat daaraan gekoppeld is. Dus het zijn twee geldstromen extra die hier niet genoemd worden, maar dat zijn wel de bezuinigingen die er gewoon aan toegevoegd zijn. En ik mis dat gewoon, dat historisch besef, ten ene maal in wat jullie noemen alleen dat stukje van de doelen uitkering van het Rijk. Maar die twee andere geldstromen waren ieder net zo groot. Dus bij elkaar is het drie keer zoveel bezuinigd. En ik denk dat dat gewoon ook goed voor het voetlicht gebracht moet worden. Want dat vanuit die premie, dat was gewoon een politieke keuze. Men moest die zorgpremie laag houden, want men had juist die zorgverzekering had men geprivatiseerd. Niks anders, niks meer kinderen in de jeugdzorg, niks meer problemen. Dat is gewoon de achtergrond daarvan. En als je die rekensom gaat maken, dan zul je zien dat het best wel meevalt met het aantal jongeren wat toeneemt in de jeugdzorg. Nou ja, het is zelfs nog maar de vraag, hè, of we weten het eigenlijk niet, hè, want we praten hier over van de volume groeien, ja. Dus het aantal jongeren wat, of die cijfers die zo enorm booming zijn, ik bedoel, we hebben het erover en tegelijkertijd zien we ook discussies gaan over, zijn het nou meer kinderen, ja. Of is het meer zorg wat geleverd wordt. Dus gaat het niet om per se meer kinderen, maar gaat het over meer zorg? Gaat het over meer indicaties? Of gaat het over... Want, en stoppen heel eerlijk we gezegd, misschien wel te snel een sticker jeugdzorg op? Nee, het gaat erom dat wij gewoon eigenlijk helemaal niet weten. Want in 2015, daar zijn gewoon helemaal geen heldere cijfers nee. van. En nog steeds hebben wij cijfers niet helder. Nog steeds leven wij in een black box wat er precies met gelden gebeurt. Nog steeds, en ik verbaas me er heel eerlijk gezegd over, want het is gewoon gemeenschapsgeld. En er verdwijnt gewoon heel veel. Soms als je nadenkt van wat voor bedragen je over de balk hoort gaan, waar we gewoon niet meer van weten waar dat blijft, denk ik, waarom staat Nederland nog niet in de fik, jongens? Het is allemaal ons geld, waarvan wij vinden dat daar kinderen voor geholpen moeten worden. Waarvan professionals zeggen, ik wil gewoon prettig en verantwoord werken tegen een beetje normale arbeidsvoorwaarden. En waarvan wij allemaal in Nederland het blijkbaar heel normaal vinden, dat niemand weet waar het blijft. En dat we niet nou nog steeds niet precies weten hoe het nou zit met die volumegroei. We vullen het allemaal in, hè, van nou de maakbare samenleving, et cetera. We weten het gewoon niet. Nee. Het is niet onderzocht. We hebben allemaal onze beelden daarbij. En we vinden het blijkbaar allemaal ook goed. Dus daar moet ook echt een eind aan komen. We moeten dit niet normaal vinden met elkaar. We moeten eisen dat deze kinderen eigenlijk... Het zijn allemaal onze kinderen, hè? Het zijn allemaal onze ja. burgers. Het, zijn, ja. het is mijn kind, het is jouw kind, het zijn de buurkinderen, het zijn onze neefjes, nichtjes, het zijn de kinderen in de klas. Het zijn ook de burgers die groot worden in onze maatschappij, die we gewoon tegen gaan komen in de winkelstraten, et cetera.
Hoe kan het zijn dat wij het oké vinden dat we weten dat er onvoldoende zorg is voor deze kinderen, dat mensen die daarvoor moeten zorgen, dat we daar ook onvoldoende voor zorgen en dat er geld gewoon verdwijnt in zwarte gaten en dat we dat blijkbaar allemaal oké vinden. Ja. Ik vind het verbazingwekkend als je daar induikt, dan denk je soms wat gebeurt hier. Er zijn misschien genoeg zorgaanbieders, maar wordt die zorg ook echt geleverd? Wat ik vaak meemaak is dat jongeren met een indicatie zitten, de zorg moeten krijgen, LVB-problematiek hebben en daar dus een prijskaartje aan hangt. Ja. Dus een organisatie kan daar goed aan verdienen. En die kwetsbare jongeren die worden enorm misbruikt. Er wordt geen hulp geboden, er wordt over hun rug bakken met geld worden er verdiend. En die jongeren, die denken van, die gaat mij helpen. Een ander verdrietig onderdeel is natuurlijk dat we een aantal van die jongeren ook kwijtraken aan zelfmoord. En dat die groep ook steeds groter wordt. En denk je dat dat terug te leiden is naar te laat of niet de juiste hulp krijgen is? Nou, ik denk dat de hulpverlening gewoon heel simpel is. Maak contact met iemand. Wees geïnteresseerd. Inderdaad wat Jason zegt, wat heb je nodig? En dat kan zijn een behandelplan of een therapie of iets dergelijks. Maar mijn insteek is niet van, ik heb nu, als ik hem binnenhaal, dan krijg ik zoveel geld binnen. En als ik binnen de gemeentes kijk en ook wat er dus wordt uitbesteed door jeugdzorg aan allerlei onderaannemerschap, dan denk ik van, hoe worden die organisaties gemonitord? Wie controleert dat? Ik heb jongeren gesproken die gewoon echt verwaarloosd zijn. Ja. En die waarvan hun verhaal eigenlijk niet aan bod komt. En die worden eigenlijk ook door angst ingedimd. Kijk, ik zit in een neutrale positie, maar soms hoop je wel dat iemand daar werk van maakt. Yeah. Dat toch ten koste gaat van zo'n heel traject en een deel van zijn leven of haar leven. Dus het geld wat er is, hoe we dat besteedt, wie controleert dat, wordt de zorg gecheckt. Het lijkt bijna een commerciële wereld. Soms zit ik in een vergadering en is het van, die kunnen we inkopen. Yeah. Het is een industrie geworden. Ja. Is dat waar je op wilt inhaken? Wat ik verbaasd vind hier is dat we in de balie zitten met een aantal mensen in debat. Het zoveelste debat zijn helaas heel veel debatten. En het spelen wat jij zegt. En dat we het hebben over die cijfers. En dat we eigenlijk van geen kanten weten waar het over gaat. We kunnen hier zitten gissen waarom ze stijgen. Stijgen ze wel? Want zijn er meer kinderen? Weten we niet. Weten helemaal niet. Yeah. En dat vind ik toch een van de diep trieste dingen over deze transitie. Het is de grootste operatie ooit. Het is echt niet alleen heel veel geld, maar ook echt de zorg voor onze kinderen is naar de gemeente gedaan. En we weten jaren nadien eigenlijk niet waar we over praten, waar het naartoe gaat, wat er gebeurt, of het wel goed besteed wordt, wat je zegt. We weten het niet. Dat is toch, het is toch, dat kan toch niet? Het is toch verbazend. Maar in dit En dan moet weer in de baan even de oplossing hebben zijn. Ik ben wetenschapper ook. Ik doe het al van meestal hebben we toch wel op een of ander onderzoek wat. Waarom hebben ze hier geen onderzoek naar gedaan? Waarom hebben ze hier niet massaal gemonitord van wat doen we met onze kinderen? Doen we het heel goed? We weten het niet. Ja, maar in dit eerste stukje van analyseren van problemen kan die er zo bij. Dat we het gewoon niet weten. Ja, maar er zijn al zoveel rapporten, onderzoeken, werkgroepen, waarom weten we dat niet? Nu komt het zoveelste ook waar het geld naar de gemeentes naartoe gaan, heeft de minister voorgesteld. UG is hier volgend jaar. Ik ben benieuwd of we het antwoord krijgen. Maar waarom weten we dat niet? Ik vraag mij af of men het wel wil weten. Ja. Vraag me echt af of men wil weten. En ik denk dat we achterover slaan. Ja. Ik denk dat echt dat we achterover slaan. Waar het naartoe gaat, als we weten van gaat het wel goed. Maar goed, dat is mijn. En ik denk dat het echt serieus tijd wordt om het te doen. Om echt eerst te gaan onderzoeken. En ook wel naar onszelf. U kunt ons ook wel vragen, want nadeel van ouder worden is dat je dit vaker gehoord hebt. Ja. En er zit wel een uitdaging in. Het is op een of andere manier razend ingewikkeld. Het is makkelijk om het weer verschillend uit te leggen. Maar we zien zeker wel bepaalde trends. En dat is dat we luisteren naar werkdruk van mensen, luister je ook naar de mensen en dan hoor je ook welke trends er gaande zijn. En of we het dan helemaal kunnen staven is punt 2. En ook in de afrekeningen met gemeentes zien we toch zeker bepaalde trends. Kijk naar Utrecht en Alphen aan den Rijn, waar een behoorlijk waterdicht systeem is, kunnen we goed volgen welke trends er zijn. En niet tot achter de komma, maar zie je best bepaalde dingen. Dat kan allemaal nog beter en we moeten ook oppassen dat we dan niet zeggen als sector, nou is het nog helemaal niet zo duidelijk. Hè? Want dan is het wel duidelijk wat we willen. En we zien op verschillende fronten een toename. Je ziet bijvoorbeeld dat het ons in die transitie tot op heden, maar in beperkte mate, zeker nog slecht lukt, om jongeren eerder en beter te helpen dan in die hele zware zorg. Dat is een van die ambities. Nou, laten we nou eens evalueren waardoor dat komt en hoe dat kan. Dat weet je gewoon. Misschien niet helemaal tot achter de komma, maar we weten de aantallen. We zien gewoon bij een aantal mensen, dat zien we ook bij de inkoop,
Kijk, in Alphen aan den Rijn kun je het echt goed meten, betrouwbare cijfers, is die zorg gewoon goed toegenomen. Maar we zien ook als je met de mensen praat, dat er een heleboel zorg is van je kunt afvragen of dat wel professioneel hulpwaardig is. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat in deze hele vraagstelling worden professionals gewoon niet betrokken, hè? Dus ik vind dat een van de bijzonderste dingen van dit hele systeem, dat die professional enorm afhankelijk is georganiseerd. Dus die zit bijna aan het eind van de keten, terwijl we zouden willen, daar gaat die hele transformatie ook over, dat de professional samen met die cliënt, vanuit zijn professionaliteit, samen met de cliënt kijkt wat er nodig is. Maar die hele professional is bij beleid en besluit en bij het bedenken en bij het ontdekken van trends, et cetera. Yeah. Daar moeten ze enorm voor vechten om gehoord te worden. Letterlijk vechten, want actie na actie enzovoort. En ik vind dat toch heel bijzonder. Dan denk ik van ja, als je wil weten hoe het anders moet, volgens mij moet je dan aan de professional vragen. Maar de professional zit bij jullie aangesloten als FNV. Wat kunnen jullie daarin betekenen? Nou ja, dat kost dus vechten. Hè, wij voeren actie op dit moment. En dat doe je omdat je langere tijd niet gehoord wordt. Hè? Dus het is niet zo dat je meteen naar een actiemiddel grijpt. Je gaat eerst een heleboel brieven, petities, gesprekken, lobby's, ruzie maken, aardig doen, et cetera. En met de hele wereld praten. Belletjes, appjes en weet ik veel wat er allemaal aan vooraf gaat. En op een gegeven moment merk je van, wacht even, die professional die wordt structureel niet gehoord in wat er nodig is om het werk te doen. En als dat zo blijft, dan ga je op een gegeven moment steeds harder aan de deur rammelen. En dat heet dan actie. Ja, ik ga even langzaam aan het blokje problemen en analyse afronden. Ik wil even een quick scan maken door het publiek of we wat problemen hebben gemist. Misschien kunnen we wat problemen kort zonder hele inleiding. Gewoon het probleem. Als eerste wil ik zeggen, ik werk bij Spirit. Yeah. En ik ben jeugdhulpverlener bij het mbo jeugdteam. Dus ik zit gedetacheerd aan het mbo. En dat wat je zegt over het niet mee mogen denken. Ik denk dat ik het voorrecht heb om bij een organisatie te werken waarin dat wel heel duidelijk gebeurt. Waarin we wel mee mogen denken, waarin onze stem ook echt gehoord wordt. En er komen onwijs mooie dingen. Dus alles wat ik ook hoor over dat alles misgaat, ja, dat geloof ik niet. Natuurlijk hebben we nog dingen te doen. Ja. Nou, ik vind een probleem dat we hier met elkaar de mythe in stand houden dat we niet weten, want volgens mij weten we het heel goed. En Robert heeft het ook aangegeven. Met die aanbestedingen maken we van de jeugdhulp een markt. Ja. Dat betekent dat er heel veel toetreders komen die denken, daar kan ik een centje in verdienen. De stijging zit niet in de aanbieders die er voor 2015 waren. We weten precies waar het zit, in de GGZ, in de jeugdhulp. Het zit in nieuwe toetreders die zorg bieden waarvan je echt moet afvragen, is dat wat je nodig hebt? Ik denk dat we dat niet nodig hebben. Dus laten we niet zeggen dat we het niet weten, want we weten het heel goed. En dat probleem moeten we aanpakken. En dus we moeten dat rapport voor mij rechts, voor Robert links, dat moeten we gaan doen. En die hele stapel, daar moeten we afscheid van nemen. Dat zou een heel goed begin zijn. Yes. Hier nog meer. Ja. Mijn naam is Ike Rozier. Ik ben advocaat. En ik werk heel veel met jeugdzorg. Yeah. En waar wij tegenaan lopen als advocaten is aan een keten waar die oneindig is. Yeah. Het begint met ouder-kindteam hier in Amsterdam. Ja. Veilig thuis. Jeugdzorg in de vrijwillige organisatie. Jeugdzorg in de gedwongen organisatie. En iedereen begint opnieuw. Iedereen doet opnieuw onderzoek. Ik denk dat tegen die tijd dat er ook daadwerkelijk gedwongen hulpzorg wordt verleend. Ja. Dat er al zoveel geld is besteed. Ja. En te veel spelers. En er gebeurt niks. Want er verandert niks. En uiteindelijk zit ik bij de rechter met mijn cliënten om alsjeblieft maar een beetje omgang te krijgen of om serieuze hulp te gaan vragen. En dan zijn we echt al 2-3 jaar verder. En er zijn dus kinderen die dan 2-3 jaar in ongelooflijke problematiek leven. En ik zou even iets tegen Jason willen zeggen. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij in Nederland kinderen, onschuldige kinderen, opsluiten. Mm-hmm. Het is ook tegen de wet en het is tegen de verdragen. En dat daar niet iets aan gebeurt, vind ik echt onbegrijpelijk. En jij hebt een blog geschreven, een gastblog, Penikita. En iedere keer dat ik met een zaak te maken krijg waar een kind gesloten wordt geplaatst, gebruik ik jouw blog. Zodat je weet dat je gehoord wordt. Kijk. En wat fijn dat u ook het perspectief vanuit uw werk als advocaat heeft ingebracht. Ja, dat we de hele juridische tak ook mee moeten nemen. Want ook advocaten moeten opgevoed worden en rechters moeten opgevoed worden.
En we zijn daar met z'n allen verantwoordelijk voor. En ik wil zeker niet zeggen dat het een hele slechte organisatie is. Ik zie natuurlijk de meest schrijnende zaken, die komen bij mij. Maar we moeten wel echt serieus gaan kijken hoe we dit anders kunnen invullen. Ja, dank. Wel iets korter dan aan het begin. Je hebt er zelf om gevraagd natuurlijk. Ik had er om gevraagd omdat ik hem weg heb gegeven, mijn microfoon. Maar nu hou ik hem gewoon vast. Okay. Mijn naam hebben jullie gehoord. Sjanne Kroes, Family Supporters. Ik pleit voor meer mannen. Ik ben zelf ook een semi-ervaringsdeskundige. Ik heb van alles meegemaakt. Ook verslaafde vader, drugs, noem maar op. Mm-hmm. Stapelaar. Wat ik zie is dat er gewoon mannen ontbreken. Soms wordt gewoon echt specifiek naar een man gevraagd. In mijn geval een Antilliaanse of een Surinaamse man. Yeah. En die zijn er gewoon niet, zeggen ze. En dus dat is een groot probleem. Dus meer mannen. Het tekort aan diversiteit en het personeelsbestand. Ja, ja. En ik kan erbij helpen. Heel goed. Ja. Twee gebieden waarvan ik denk waar we nog echt winst kunnen behalen. Ik zie wel dat als leidinggever van een jeugdteam in twee kleine gemeenten, dat het onderwijs en de samenwerking jeugdzorg-onderwijs, dat daar nog een hoop winst te halen is. Ook denk ik wel eens dat de jeugdzorg soms problemen van het onderwijs op moet lossen. Of in ieder geval wat daar aan passend onderwijs dan wel werkdruk is. En de samenwerking met de volwassen GGZ, daar is ook nog echt een slag te maken. Want soms is het geen kindprobleem, maar echt een ouderprobleem. Mm-hmm. En hoe kunnen we dat nou beter doen? Ik zag een oproep van Peter Dijkshoorn, we moeten ouders gaan screenen. Ik voor uithuisplaatsing, ik dacht, ja, dat moeten we gaan doen. En weet je, als we daar iets mee kunnen doen, dan maken we in ieder geval weer een volgende stap. Ja. Ik denk dat de sector zichzelf ook wat aan kan rekenen. Men kijkt de hele tijd naar jeugdzorg als waar in het gezondheidszorg. Er wordt in de Volkskrant ook vergelijkingen gemaakt met gebroken benen en psychiatrische problematiek. Ik denk dat heel veel jeugdzorg dat gewoon care is en geen cure. En dat betekent meer jeugdzorg, betekent niet meer genezing, maar dat betekent meer ondersteuning, meer stut. En soms is ouder worden het beste medicijn of de beste oplossing. Ik heb die kinderen waarvan ik nu, mijn pleegkinderen, zie je dat ze met 28, 30 nu pas landen, nu pas hulp vragen voor hun problemen. Waar ze gewoon absoluut nog niet aan toe zijn. Dus stop met het labelen als kan je het genezen. Dat kan niet. Je kan gewoon het grootste gedeelte kan je stutten, steunen en verlichten. En dat is geen slechte jeugdzorg. Dank jullie wel. Even een snelle ronde hier aan reacties op wat er is gezegd. Kijk maar stom. Had u er straks uw vinger ook al omhoog? Ja, kijk. Ik doe één ronde. Wat Jason heeft gezegd, dat is denk ik heel erg belangrijk, daar moeten we denk ik ook naar luisteren, is hij zegt van niet meer gesloten. En dat kan ook. Hè. We weten al dat als je het gezin ingaat met hele intensieve zorg, dat ouders en jongeren samen aan de bak kunnen gaan. En dat heel veel van dit soort plaatsingen voorkomen kunnen worden. Dat is overigens ook nog iets waardoor je geld kan bezuinigen. Dus ik ben het helemaal met je eens. En dat is niet alleen voor jongeren in de Jeugdzorg Plus, maar ook jongeren die in de gevangenis terechtkomen. Er is nog heel veel te winnen op dat gebied. En het tweede ding wat ik dan zie, ik werk in een forensisch jeugdteam en ik ben onderzoeker, dus ik heb er ook naar gekeken, is dat de financieringsproblematiek binnen de gemeente er juist voor zorgt dat dit soort zorg wordt tegengehouden. En daar moeten we denk ik met z'n allen gewoon naar kijken. Dit is iets wat echt kan helpen en daar kan je heel veel gezinnen mee helpen en het zorgt ook nog voor een bezuiniging. Dus luister naar Jason, zou ik zeggen. Dank u wel. Dames en heren, even een korte reactie op wat er aan de problemen en analyses bij is gekomen vanuit het publiek. Nou, ik vond de jurist erg steunend. We zijn in dat initiatief om te kijken of we, en ook de buurman hierachter vertelde, om inderdaad jongeren anders op een andere wijze te begeleiden en op te sluiten. Ja. Maar het is echt een enorme uitdaging en je moet er ongelooflijk veel doorzettingsvermogen voor hebben. En ook wel mensen om je heen mee opvoeden. Jeugdbescherming met name, maar ook de advocaten, kinderrechters, et cetera. Want dat betekent dat een jongere zich wel eens een keer kan onttrekken aan.
En dat leidt soms nu en dan toch nog op Koningsdag twee jongeren met z'n tweeën weggelopen. Ja. Wat dan aanleiding is om ze alsnog weer op te sluiten. Terwijl ze al een jaar hebben vastgezeten zonder enig rendement. Ja. Dus dat vraagt ook wel van ons allen. Wij blijven ervoor vechten. Maar dat vind ik erg steunend. Het is breder dan alleen maar laten ze de muurtjes weg. Het is een enorme uitdaging. Het moet wel. Een echte eerste initiatieven zijn ervan in Nederland. Ja, goed. Maaike, korte reactie op wat er is toegevoegd. Ja, het zijn een hoop verhalen. Ja. Je zou overal erop reden willen. Ja, maar we moeten naar de oplossingen. Dus even kort op de problemen. Ja, nee, ja, ja, natuurlijk moeten we naar oplossingen. Dat zien wij ook wel. Ik zou dit soort debatten wel vaker willen georganiseerd willen zien eigenlijk. Want je merkt toch dat als je in zo'n zaal zit met z'n allen, dat er ontzettend veel ideeën zijn hoe het anders kan, hoe het beter kan, waar we vanaf moeten. En ik vind dat we dit soort debatten te weinig georganiseerd met elkaar voeren. Ik vind de sector te gesloten, te verkrampt, te angstig naar elkaar. En terwijl ik denk volgens mij... Wordt er te weinig met elkaar gedeeld? Misschien helemaal niks? Ja, er wordt veel te weinig met elkaar gedeeld, ja. Ja. En dat is echt dat is zonde, omdat ik denk dat er gewoon echt wel hele... Nou ja, je hoort het hier ook. Je hoort allemaal ideeën die poppen zo even op. Dus moet je nagaan wat er gebeurt als je dat georganiseerd en eens wat diepergaand zou doen. Dus ja, ik pleit eigenlijk alleen maar vooral voor veel meer van dit soort gesprekken. En het opzoeken van de openheid naar elkaar. En wat daarbij heel belangrijk is dat ik denk van we moeten ook met elkaar mogen leren, zeg maar. Hè? Er is ontzettend veel angst, denk ik, voor fouten maken, voor iets niet zien, voor iets niet op tijd doen, et cetera. En het is mensenwerk. Ja. En het gaat om levens, dus inderdaad wat jij ook zei, van wat het belangrijkste is, denk ik, die nabijheid zoeken en maar vanuit daar ook mogen leren. En dus ook tegen elkaar mogen zeggen, joh, we hadden iets verzonnen en het werkt echt helemaal niet zoals we dat hadden bedacht. Laten we wat anders doen, zonder dat je meteen beschuldigd wordt van, oh, draaikont en je vond dat toch zelf en je hebt dat toch toen ingebracht en zo. Nee, als je erachter komt dat iets niet werkt, werkt het niet. Nee. En dan mag je op je schreden terugkeren. Dankjewel. Aan deze kant, reactie op bijdrage van het publiek? Ja, veel bijdrage, maar in ieder geval. Kunnen we even deze meneer die achter mij zit bijtreden? Hoewel ik psychiater ben en zo. Maar ik zou het anders willen verwoorden, want medicaliseren vind ik altijd een tricky. Maar ik vind wel inderdaad dat hij gelijk heeft dat ik denk dat problemen te veel geïndividualiseerd zijn. Mm-hmm. Geïndividualiseerd op de jongeren zelf van, je hebt een probleem en dat we dat aanpakken. Terwijl we eigenlijk moeten, en dat is nu ook wat... NFU, Nederlandse Federatie van Universiteiten zelf ook zegt, voor de hele geneeskunde moet veel meer een netwerkgeneeskunde. En waarbij dat we niet alleen de patiënt zien, maar eigenlijk het hele netwerk daar rond. Maar dat heeft wel consequenties, want dat betekent ook dat voor onze medewerkers dat ontzettend veel competenties vergt om met een netwerk om te gaan. Dat moet echt een goede therapeut zijn. Die laatste meneer daar, die zijn dingen zei, Timo, dat is een hele goede therapeut. Die weet om te gaan met systemen en zo. Maar daarvoor hebben we van dit soort therapeuten nodig. Kan jij vast ook en heel veel anderen, maar die hebben we niet zomaar. En daardoor moeten we, en dat is de oplossing ook om te kijken van meer contextualiseren, meer in netwerk denken, maar ook mensen opleiden om dat te kunnen doen. En dat staat eigenlijk ook in dit plan. En dan pas gaan we verder gaan. En niet individualiseren, want inderdaad, ik ben het ook eens met zijn idee van, dan gaan we te veel ook naar preventie. Van naar het individu kijken, wat is er mis bij jou nu al? Oh ja, een beetje druk, een beetje aandachtsproblemen. We gaan jou aanpakken om te kijken dat het later goed gaat. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die af en toe zich niet goed kunnen concentreren en dergelijke. Ja. En dan gaan we overshooten en dan krijgen we te veel kinderen in de zorg. Dus dat is... Ja, het stukje van de advocaat vond ik heel erg waardevol, herkenbaar ook. Ik ben ook vaak in de rechtbank met mijn cliënten en dan merk je inderdaad dat al die partijen vaak langs elkaar heen werken om één cliënt heen. Dus waar ik vaak mee bezig ben is vooral wie ze betrokken, doe ik geen extra werk, ga ik inderdaad niet het wiel opnieuw uitvinden. Dus vooral die samenwerking blijven opzoeken en wie is waar goed in. En ook het cliënt ook de vertrouwen geven dat de professional naar wie je bijvoorbeeld doorverwijst, dat het ook de juiste is. Want je ziet ook dat er onder de organisaties onderling, dat cliënten ook worden beïnvloed. Van nou, die partij is niet goed, die is niet goed, die is wel goed. Dus samenwerken, cliënt centraal en het belang van de cliënt ook gewoon voorop stellen. En niet het belang als organisatie zijnde van hey, ik moet targets halen, ik moet cijfers, et cetera. Ik ga weer even naar... Jason, want we gaan zo naar het blokje oplossingen, maar
Hoe heb je naar dit blokje geluisterd, naar de analyse van de problemen? Ja, het is best wonderbaarlijk, want zeg maar, hoe meer er gesproken werd, hoe meer ik een bepaald gedachtepatroon in mijn hoofd heb. Ik hoor net bijvoorbeeld dat het heel veel doorzettingsvermogen vergt om veranderingen door te voeren. Mm-hmm. Ik denk persoonlijk dat het heel veel doorzettingsvermogen eist om vast te houden aan dit systeem. Ik kan me niet voorstellen hoeveel tijd, energie en geld erin gestoken wordt om dit zo te... Ik snap het niet. Ik kom er niet bij. Hoe meer er gesproken wordt, hoe minder ik het snap. Ja. Ja, vind ik echt. Als ik zeg maar vanuitgaande dat ik... Yeah. Als ik instabieler wil worden dan ik nu word, dan moet ik daar energie in gaan steken. Als ik depressief in bed wil blijven liggen, dan gaat het motivatie kosten, zeg maar. Ja. Yeah. Dit is mijn normale pijl. Ik heb het idee dat we in de jeugdzorg hier zitten. En ik snap niet waarom we... Dat is iets waar we voor kiezen. Dit is niet iets wat uit de lucht komt vallen of zo. Dit zijn keuzes die gemaakt worden. En al die keuzes die leiden om tot dit systeem bewust in stand te houden. Al die keuzes die gemaakt worden, die leiden tot deze situatie. Ik snap niet waarom we geen andere keuzes maken. Want we weten het wel. Ik hoor heel veel mooie ideeën, toch? Nou, daar gaan we het over hebben. Over keuzes die gemaakt moeten worden. Succes. Dus kom ik straks weer bij je terug. Dankjewel, Jason. Salwam, wat voor keuzes moeten er gemaakt worden? Kijk, het is voor mij natuurlijk lastig. Ik ben natuurlijk buitenstaander. Je kan mij eigenlijk naast de cliënt zetten. Dus ik maak eigenlijk wat de cliënten meemaken. Yeah. Maak ik zelf ook mee. Yeah. Ik loop eigenlijk tegen dezelfde dingen aan. Wat moeten we veranderen of in het systeem? Of de keuze die gemaakt wordt om het voor jou makkelijker te maken. Maar dus ook voor de cliënt die naast wie jij staat. Ja, minder professionals op één cliënt. Samenwerken, het netwerk goed in kaart brengen. Kijken wat heeft een cliënt echt nodig. En ook zelf die intrinsieke motivatie naar boven weten te halen. Want het is vaak, als je jeugdzorg hoort, ook bij gezinnen. Soms willen die gezinnen wel jeugdzorg, maar dan een grote angst. En dan moeten de kinderen maar meespelen als er iemand op bezoek komt thuis. Van, hey, het gaat goed. Dus ze staan wel open voor hulp, maar de angst is gewoon heel groot. Uit huisplaatsingen, allerlei horrorverhalen die ze meekrijgen van anderen. Dus ik denk ook een stukje benadering. Dus minder repressie inderdaad. En gewoon, wat heeft iemand nodig? Wat heeft een ouder nodig? Zonder dat je met te veel angst naar binnen komt. En ik word vaak ook gebruikt als een beetje een verbinding. Dus een verplichte hulpverlening. En de ouders van, hey, ze gaan je echt helpen. En wees niet bang. En wie moet het gaan doen? Wie moet het gaan laten rollen? Kijk, je ziet nu dat ze casusregisseuren hebben en die hebben dan regie over het hele systeem. Maar ja, voordat je dan bij de cliënt komt, heb je tientallen hulpverleners die ertussen staan. Haal die allemaal weg. Weet je, laat die case manager gewoon direct in contact staan met de cliënt. Werkdruk verminderen, zodat hij ook echt de hulp en dienstverlening kan aanbieden. Zodat de cliënt daar ook meer baat bij heeft. Ik heb het idee dat we alleen maar om elkaar heen aan het dansen zijn. En dat de cliënt een beetje... Nou, de cliënten waar ik dan mee te maken krijg, die gaan de criminaliteit in, die verdwijnen, die gaan hun heil ergens anders opzoeken. En ondertussen zitten wij met z'n allen aan tafel van, nou, die heeft dit nodig, hij verzuimt, hij moet naar de raad, hij moet... Hè, allerlei rapporten waar we mee bezig zijn. Dus ik denk, terug naar de basis, wat heeft iemand nodig? En ook de benadering naar zo'n cliënt, want je ziet... Weet je, matcht het wel met zo'n cliënt. Je ziet heel vaak dat er heel veel weerstand is tussen hulpverleners en jongeren. Lastig. Ja, ik pleit voor meer samenwerking, minder hulpverlening, een beetje onnodige hulpverlening. Ik werk graag samen met specialisten, zoals psychiaters, psychologen. Hou die lijnen kort. Je blijft in contact met je cliënt en de cliënt die krijgt gewoon de juiste hulp. En vooral ondersteunend te zijn aan wat ze nodig hebben en ook een stukje onderwijs bij betrekken. Want iedereen pakt een deel en laten we dat gewoon bundelen. Minder professionals, houd de lijnen kort. Het concept bestaat al, maar daar nog beter in. Is dat de richting die we op moeten? Minder professionals, korte lijnen? Ja, je zegt heel veel dingen. En mooie dingen, denk ik. Ik denk dat je eigenlijk zou kunnen leren van de situatie wel goed gaan. Want dan is het meestal een heel goed contact tussen een hulpverlener en... En inderdaad schuurt het soms, hè, en is het niet gewild en dan gaan we toch gewoon. Ik denk dat dat de eerste basis is als het gaat om veranderen. En eigenlijk zou je alles wat nu niet gaat, vanwege dat systeem en, zou je de aanvloot moeten openen. Dus koesteren wat goed gaat, en dat heeft vooral te maken met de betrekking en de relatie. Ja. Zodat de professional ook voelt dat hij het werk kan doen wat hij zou willen doen. Dat kan gezinsbehandeling zijn, dat kan individueel een goede behandeling zijn. Stoppen met dat oneindig doorverwijzen. Ja. Dus haal er een ander bij als. Dus, hè, als maar laat niet los dat één iemand er gewoon bij blijven en
Want het blijkt ook dat jongeren heel ernstige problemen, als ze echt iemand op een gegeven moment vinden die niet loslaat en die verbonden is, dat de problemen in ieder geval aanzienlijk reduceren en leefbaar worden. Dat is nog iets anders dan uitbehandeld en. Dus ik zou zeggen, laten we die doorbraken maken en kijken welke consequenties dat heeft. In plaats van wachten tot het hele systeem en. En je kunt het eigenlijk doen op basis van het feit waar het wel goed gaat. En waar gaat het wel? Zijn er best practices gemeentes waar het eengezins op rolletjes loopt, het systeem? Het zijn zeker wel positieve verhalen, maar persoonsgebonden. Wat ik heb gemerkt is dat ik gewoon een aantal goede contacten heb met mensen vanuit de gemeente, jeugd en veiligheid, jeugdzorgmedewerkers. En ja, die zoek ik dan eigenlijk gewoon op. Want ik heb Maar het is niet zo dat, want het gaat nu op gemeenteinfo, het is niet zo dat we ergens een gemeente in Nederland hebben waar het systeem zo geolied is dat het daar wel... Bij het gevaar dat dat te veel op beleidsniveau gaat en het lijkt alsof dit systeem, en die meneer daar zei het ook in de hoek, op dit moment zijn er zoveel aanbieders en zit zo'n wild west. En ik weet het, dat riekt naar monopolie en weet ik wat, maar als ik gemeente zou zijn, zou ik zeggen, laat een aantal instellingen zich collectief verantwoordelijk maken voor en dan afspraken maken dat je stopt met het overdragen en. Maar als we niet collectief verantwoordelijk gaan worden, dan blijft het naast elkaar en dan blijven we deze problemen gewoon houden. En mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld Hollands Kroon, Utrecht en Alphen aan den Rijn. Daar is niet alles opgelost, maar dan heb je wel dat je met z'n zessen verantwoordelijk bent om het op te lossen. En dan kun je niet meer dat ronddraaien en het verwijzen. Ik zit één keer zoveel tijd met de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn en ik kan niet om me heen kijken. Nee. Even dat helpt. Vanwege die gedeelde verantwoordelijkheid. We zijn met z'n zessen daar gewoon verantwoordelijk. En dat voelen de werkers ook. Die kennen elkaar, die moeten het met elkaar. En dat kan je in de stad ook organiseren. En dan, dat zou helpen om de dingen die jij nu net zegt, om die handen en voeten te geven. Want nu kunnen we gewoon in sommige gemeenten ons eigen kunstje doen voor 3-4 jaar. Ja, en nog werken we samen en beter samen. Maar als je vanuit de klant redeneert, zou ik zeggen, laat een consortium, een aantal instellingen, zich gewoon collectief verantwoordelijk maken. En niet vrijblijvend. Ja. Hoe klinkt dat? Nou, ik zou nog meer vanuit de klant, de jongeren, de gezinnen willen gaan redeneren. Wat willen we? We willen dat jongeren thuis zijn. We willen dat jongeren, 100% of jongeren niet in de jeugdzorgplus terechtkomen. Daar 0%. Dus dat willen we. En daarvoor wil ik moeten gaan kijken van, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wat is er nodig om die optimale zorg te verwezenlijken? En daarvoor moeten we ons realiseren en daarvoor moeten we echt grondig bekijken dat we ook, want het hangt niet alleen samen met de transitie, we leven ook in een andere wereld. We zien ook uit onderzoek de laatste 10 jaar, ook in andere landen, het aantal complexe problemen bij jongeren, vooral meisjes, is toegenomen. Dat is gewoon een feit, dus dat is los van enig stelsel. Dus daar is iets, wat volgens mij ook samenhangt met sociale media en alle beelden die daar gemaakt worden, wat veranderd is. Dus in die zin moeten we ook een andere zorg gaan realiseren. Ook, we hebben ook andere middelen om te communiceren. Dus daarvoor moeten we dat als doel stellen. Die 100% thuis, nul uithuisplaatsingen enzovoort. En kijken wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En ja, minder hulpverleners, maar dat kan eens zijn. Maar ik denk van de juiste en de goede hulpverleners op het juiste moment. En dat moeten we niet per gemeente gaan doen, maar dat moeten we landelijk doen. Want er zijn misschien mooie voorbeelden, maar dat zijn dan plukjes waar dingen gebeuren. Maar dat is iets wat landelijk moet gebeuren en dat is iets wat bovenregionaal moet gebeuren. En waar alle jongeren in Nederland recht op hebben en niet in enkele gemeentes. Ja, en daar moet ook onderzoek naar gebeuren in die gemeentes of het daadwerkelijk zo is dat het beter is. Want we denken dat het zo is, maar zeker zijn we niet. En ik vind dat we het zeker moeten zijn, want daar hebben jongeren recht op. En niet op verhalen van we denken dat het zo is. Maar ik ben het mee eens. En de gemeentes die je noemt, ook Utrecht, waar ik zelf woon, het ziet er echt heel mooi uit. En ik van, maar ik wil het echt weten, klopt het wel? En dat moeten we doen. En dat moeten we gaan uitrollen. En dat moet dan in de opleiding, meerjarige opleiding, en goede hulpverleners die dat aan kunnen, die moeten er komen. Wilde je daarop aansluiten? Ja, ik wilde eigenlijk iets aanvullen over het stukje meiden wat je net benoemde. Ja. Ik ben naast Street Corner work ook actief als meidenhulpverlener, middels sport. En je ziet gewoon, als ik dan praat over Amsterdam-West, waar ik actief ben, dat het gewoon een enorme trend was onder die meiden om vervelend gedrag te vertonen, zodat ze uit huis werden geplaatst en lekker in een instelling kwamen met z'n allen en appen. En hey, ik ben ook uit huis geplaatst, ben je ook uit huis geplaatst? Ja. En daar ontstond een heel nieuw netwerk. Dat werd gewoon een ding? Ja. Het was echt een groot probleem. We zaten daar echt met z'n allen van, oké. En die meiden waren op zoek naar vrijheid, waren op zoek naar contact met jongens, andere dingen ontdekken. Ik denk van, ja, is dat dan gunstig? Weet je, bied dan de hulp thuis aan, geef de ouders een rijk zijn hand. De ouders waren gewoon radeloos eigenlijk. En die hadden eigenlijk gewenst van, had die hulp thuis geboden. Dus
die cliënten en die meiden zijn ook niet dom, dus ze zijn aan het puberen en die denken ook van, hé, wat kan ik ervoor doen om die vrijheid te krijgen die ik thuis niet heb? Nou, laten we eventjes wat gaan stelen. Je hebt tegenwoordig zelfs groepsaanpakken voor meiden. Normaal hadden we dat voor jongens, hè, criminele jongeren die overlast geven. Nu heb je ook groepsaanpak voor meiden, die eigenlijk op die manier bepaalde ontwikkelingen ook, ja, negatieve ontwikkelingen helaas doorgaan. En die eigenlijk zo'n uithuisplaatsing als vrijheid zien. Maar en merk je dat dat helpt als je ook specifiek richt op een groep, dus hè, op meiden of op jongens, of wat we net hoorden, soms is een Antilliaanse man nodig om een bepaalde gesprekken te voeren? Nou, als hulpverlener bij Street heb ik voornamelijk te maken met jongens. Ik werk eigenlijk op straat, dus ik hang eigenlijk met ze. Ik ben onderdeel van hun netwerk, om zo te zeggen. En het stukje meiden is toch meer verborgen, dus ik heb een meidenvoetbalschool opgezet. Inmiddels het voetbal stromen ze in en naarmate het vertrouwen is gewonnen, komen echt schrijnende problematieken omhoog. En daarvoor is wel veel meer investering nodig. Meiden die kunnen heel lang overleven, die kunnen ook zijn goed in manipuleren, de schijn ophouden. En die willen hulpverleners soms ook wel eens, hè, gebruiken van, hey, kun je dit niet voor me doen? Ik had een meisje die in een hotel zat van 14, die jeugdzorgmedewerker onder druk zette van, ja, als jij wil dat ik op de afspraak kom, dan moet je me even €20 brengen naar het hotel toe. Oh. Nou, en die medewerker komt dan en denkt, ja. Dus die cliënten zijn ook heel, heel manipulatief. Die zoeken juist soms naar die vrijheid eigenlijk, hè, die ze krijgen dan middels de hulpverlening in hun beleving. Dus ja, meiden is wel een specifieke groep. Je hebt echt vertrouwen nodig om daar iets in te kunnen bereiken. Jongens zijn meer praktisch gericht. Je kan daar snel een praatje mee maken. Praktische hulpverlening. En die komen dan wel snel over de brug. Maar en meiden... zit dat al genoeg in de opleidingen? In het onderscheid tussen groepen, in dit geval jongens, meisjes? Mijn tijd nog niet. Maar je hebt wel veel boeken die erover gepubliceerd zijn. Er is heel veel opleiding in de zin van leergangen waar mensen even in de klas zitten en dan een werkgroep en zo. Ja. Maar het is bijna geen praktijkopleiding. Ja. We zien bij psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, die hebben gewoon praktijkopleidingen. Eerst op de banken gezeten en dan wat natuurlijk stage gedaan. En daarna hebben ze een meerjarige opleiding waar ze meelopen met anderen om de praktijk te zien. Hetzelfde met kinder- en jeugdpsychiaters. Dat hebben we helaas niet voor andere jeugdzorgmedewerkers en wijkteammedewerkers. Het is ontzettend moeilijk om te kunnen triageren, weten we wel niet waar risicovol en waar niet met die meiden. En dat zouden ook een meerjarige opleiding moeten hebben, dat die medewerkers en allemaal wijkteams, niet alleen in Amsterdam, maar ook even in andere regio's gaan werken. Dus we gaan nu nog te veel vanuit de theorieboeken. Ja. Ja, en dan zitten ze daarom ontzettend met hen te doen. Dan zitten daarmee zo'n moeilijk gezin. Help, wat moet daarmee? En die gaan zeggen dan eerst dat ze suïcidaal is. Oeps, snel opnemen. Yeah. En dan komen ze bij ons en zeggen wij nee, liever niet. Want dan gaat dat alleen maar slechter. Maar dan hebben we een probleem. Dus daarom moet je die opleiding hebben om te zorgen dat ze daarmee kunnen omgaan. Dat ze weten wanneer ze specialist wel of niet moeten inroepen en dergelijke. Dat is gigantisch moeilijk. Yeah. Dus daar heb ik wel mee te doen. Zeker als met zo'n meiden zit die daar in het hotel zit en je manipuleren. Of zeg ik ga mij een einde aan mijn leven maken. Yeah. Ja, dat is het. Klopt. Ik zie wat vragen of vingers in de zaal. Ik kom zo bij u hoor. Ik maak even het rondje af, want ik ben nog niet bij jou geweest met de oplossingen vanuit de vakbeweging. Nou, het gebeurt. Want jullie kijken denk ik ook naar de marktwerking en hoe die markt eruit ziet. Ja, kijk, de vakinhoudelijke oplossingen, hè, zoals jij vertelt, daar zijn wij niet van, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dat is niet onze expertise. Ja. Dus als wij in oplossingen denken, dan heb je het inderdaad over systeemoplossingen. Ja, over het stelsel. Over het stelsel. Nou, daar hebben een aantal partijen hebben daar een rol. Wij vinden dat werknemers een rol hebben, werkgevers hebben een rol, gemeentes en VWS, om het zo maar even kort te zeggen. En nog een heleboel partijen eromheen. Maar dit is een beetje de lijn waarin je zou moeten denken. Nou, kunnen we inderdaad lijstjes gaan aanleggen van wie dan wat moet doen en zo. Dat doen wij ook hoor, overigens, want we adresseren het wel. Maar dat voert voor nu denk ik een beetje te ver. Wat ik denk dat er overkoepelend nodig is, is een beetje tegengesteld wat we nu aan het organiseren zijn. Mm-hmm. En ik tipte er net al een beetje aan. Ik denk dat er ongelooflijk veel moed nodig is om dit stelsel open te gooien. En dat heeft te maken met dat we iets hebben gecreëerd wat ook maakt dat we allemaal ons mond gaan houden. Mm-hmm. En dat is op alle lagen is dat zo. Een minister die wil niet afgaan. Een gemeente die moet ook concurreren. Die heeft geldtekort. Die moet ervoor zorgen dat alle jongeren goed geholpen worden. Want ja, je bent toch ook wel verantwoordelijk. Die werkgever die zit in een onderhandeling met de minister en zit met een spagaat. En die denkt, ja, voor deze prijs vallen mijn professionals om. Maar ja, ik kan het ook niet doen, want er komt een ander. Maar we zitten dus
met z'n allen vast in een stelsel. We zitten met z'n allen vast in een stelsel. Kunnen we eruit? Als wij met z'n allen moedig genoeg zijn om het open te gooien. Ik denk dat we dat langzamerhand wel aan het worden zijn. Wij zijn als, ik denk dat de professionals daarmee begonnen zijn. Ik denk ook dat het daar vandaan moet komen. Yeah. Dus ik denk dat de professionals degene zijn die dit aan moeten zwengelen. Omdat zij zijn degene die kunnen vertellen hoe het anders moet samen met die cliënten. Dus ik denk, en dat zijn ze nu ook aan het doen. En werkgevers, daar hebben we nu een behoorlijke ontwikkeling in samenwerking. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe we eigenlijk zouden willen dat ook gemeentes zich wat openen. En dat VWS zich wat opent, zodat je kunt praten over wat er anders moet. En dat een stelseldiscussie geen verboden woord meer is. Mm-hmm. Hè? Wij zeggen niet per definitie dat stelsel moet anders. Wij zeggen wel, we moeten zorgen dat we daarover in gesprek komen. En het mag geen verboden discussie meer zijn. En wat ik heel erg belangrijk vind, en dat gebeurt hier aan tafel, denk ik, ik zou zo graag willen dat als jij vertelt over wat je met die meiden doet, dat je de ruimte krijgt om vanuit je professionaliteit dit signaleert, mm-hmm, en dat ook kan ontwikkelen. Yeah. En dat je daar niet de pakketten papier, je hebt ze al van tafel gehaald. Ze horen ook inderdaad niet op tafel, maar ze komen op tafel op het moment dat zij dit wil doen. Yeah. En terwijl ik zou denken, als gemeente zou ik moeten vertrouwen wat jij ziet. En je vertelt het verhaal en ik word helemaal enthousiast, denk ik, oh ja, ga doen. En dat zouden we eigenlijk ook met elkaar moeten creëren. Jij signaleert iets, je ziet iets, je zit daartussen, je staat er met je pootjes in en je bent met die meiden bezig. Ga dat ontwikkelen, ga je professionaliteit, ga daarmee aan de slag. Betrek wie jij vindt dat nodig is. Hè? Dus als jij zegt, ik werk graag met psychiaters, et cetera. En dat zou ik graag willen. Dus het vertrouwen in die professionals. Is daar ruimte voor of doe je dit allemaal naast je eigenlijke werkzaamheden? Ja, het laatste. En je ziet vaak dat het brandjes blussen is. Dus nu is het gewoon stil. Maar nu is een groepsaanpak voor mij ontwikkeld. Nou, dan gaan we even zelf benaderen. Mm-hmm. Van wat is er nodig? Maar dan denk ik van ja, we hebben zoveel dingen al eerder gesignaleerd, hè, in de praktijk. Dat je veel eerder op kunnen inspelen. Dus het is vaak brandjes blussen. Hier komt weer een groep. Daar komt weer een groep. Daar is weer een probleem. En je merkt wel dus ja, dat je continu brandjes aan het blussen bent. En niet geen duurzaam plan hebt eigenlijk. Ja. Toch naar het stelsel, een van de redenen waarom ik denk in dit stelsel, als er iets niet cruciaal verandert, dat er niets kan gebeuren, is dat in de jeugdwet één ding verankerd is, is een beleidsvrijheid. Mm-hmm. 380 gemeentes, of misschien zijn het tussen al een paar minder, die hebben individueel elk de vrijheid om te doen wat zij willen in de zin van deze stapels en andere dingen. Yeah. En zolang dat zo blijft, en helaas zit in de gemeente niet, want ik wil er graag over in discussie gaan. Zolang dat zo blijft, gaan deze stapels blijven. Want ik geloof er op dit moment niet meer in, na 4 jaar, en ik hoop dat ze het wel gaan doen, dat ze met z'n 380 gaan zeggen, we gaan een landelijk beleid maken, gezamenlijk, handen op elkaar, om dit soort zaken te verwezenlijken. Nee, ze blijven allemaal hun eigen dingetje doen, hun eigen kwadranten maken, hun eigen financieringsvormen, hun eigen projecten die ze wel of niet financieren. En de ene gemeente wel, maar de andere gemeente vindt dat niet belangrijk. Is de jeugdwet verder prima? Is het alleen de beleidsvrijheid die er dan uit zou moeten? Ik denk dat we moeten gaan kijken van waar gaan we standaardiseren en waar laten we nog inderdaad voldoende vrijheid voor gemeentes om individueel te kijken, afhankelijk van de wijksamenstelling en zo, hoe moet de zorg eruit zien? Maar er moet veel meer gestandardiseerd worden. Zolang deze vrijheid blijft, krijgen we 380 prinsendommen of koninkrijkjes die het allemaal zelf gaan doen. Ja, al dan niet in 42 regio's die uit elkaar vallen. Dus het is iets minder dan 380. Maar dat is de realiteit waar we zitten. En daar moet de minister wat aan doen. Ja, Hans de Pries, jeugdwet, aanpassen beleidsvrijheid eruit. Het is wel een heilig huisje voor de gemeente, dat weet ik. Het is een heilig huisje voor de gemeente. Maar die is er niet. Ja. Maar die kijkt wel vast. Ja. Ik zit meer te denken, luisteren naar het debat, dat er zo'n veelheid aan factoren zijn, dat we bijna hier hetzelfde doen wat we ook in de praktijk doen. Dat we elke keer een facetje pakken en alles is waar. Dus ik zat meer te denken van waar zou je nou moeten beginnen, zodat je daadwerkelijk over een jaar wat andere zorg hebt. Ja, en dan herhaal ik denk ik, beleidsvrijheid, het is eigendom van de gemeente. En laten we nou niet in wij en zij, maar laten wij, maar wel zeer indringend denk ik, zeer indringend, vanuit die frustraties, gewoon zeggen, hoe kunnen we dat op korte termijn gewoon verandering, verbetering aanbrengen. En er worden een aantal dingen gewoon gezegd, en die moeten we dan verschillend naast elkaar, want als pakken we soms het ene dan het andere, en dan blijft het die chaos alom, denk ik. Dus hoe kunnen we dat rapport handen en voeten geven? Ja? Mm-hmm. Hoe kunnen we voorkomen dat die professional die ruimte heeft?
Maar het is wat mij betreft niet alleen ruimte. Het is ook denk ik de vakopleiding. Want het vak is echt, sluit me Robert aan, is echt veranderd. Gebeurt nu intern. En met cliënten denk ik ook samen. Dus niet meer naast en na elkaar, maar gewoon blijkt heel erg waar samen met cliënten ontwikkeld wordt. En het zou een soort must moeten zijn. En dat kunnen gemeenten ook formuleren. Zie je veel betere resultaten dan. Dus niet alleen maar de consument die later een oordeel geeft. Samen met hen, denk ik. En ik denk dat als we de handen ineens slaan en we erkennen dat het op dit moment gewoon heel risicovol is, zonder een verwijtende vinger naar iemand, en we gaan daar de negatieve zaken uithalen, dat er ineens enorme energie vrijkomt. Want al die mensen zijn het gaan doen omdat ze waanzinnig bevlogen zijn. Er zit een ongelofelijke partijkennis. Je hoort het hier, aansluiten bij contact. Hier de familiebenadering. Stop met die flauwekul van. Nog steeds gericht inkopen kun je ook op twee A4'tjes doen. Het hoeft niet. Laten wij als instelling elkaar zoeken en we klussen met z'n zessen op. En nogmaals met cliënten en dan ook naar buiten communiceren en buiten binnen laten. En inderdaad niet de deuren dicht houden, maar de deuren open en laten zien wat wel lukt. En ook laten zien dat soms dingen niet lukken. Dat gebeurt namelijk ook in de gezondheidszorg. Ja. En laten die angst een beetje weghalen. Ja. We zijn helaas niet in staat om iedereen te genezen. En je kunt je soms ook afvragen of we overal verantwoordelijk voor zijn. Dus wat dat betreft zou de sector ook wel wat meer lef in mogen tonen. Zou ook heel goed voor onze werkers zijn. Dat we niet alleen aan tafel zijn en bevoering alleen maar ons verontschuldigen. Maar ook gewoon zeggen dat we waanzinnig goede dingen aan het doen zijn. En dat we worstelen met een aantal vraagstukken. Waar we ons ook voor moeten generen met elkaar. Maar wij willen de aanval openen. Ook met elkaar. Nou goed, ik ga even kijken of er nog een input is vanuit het publiek aan oplossingen. Het is geen probleem meer. Maar wat hebben we nodig om jeugdzorg te verbeteren? Ik zag hier een vinger. Hallo, ik ben Gemma Geurt. Ik ben een van de auteurs van het nieuwe profiel jeugd voor de hbo-opleiding en sociaal werk. Tot voor kort hadden we CMV, culturele maatschappelijke vorming, SPH, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening en pedagogiek. Die gaan allemaal samen binnen alle hogescholen in Nederland. Dat zijn er meer dan 20. En de opleidingen die zij binnen die hogescholen hebben, voegen ze al die opleidingen samen tot de nieuwe opleiding sociaal werk. Met 3 uitstroomprofielen waar studenten uit kunnen kiezen. Zorg, jeugd en samenleving. Het profiel jeugd heb ik mede samengesteld. En er werd gezegd van nou, studenten doen geen praktijkervaring op. Mm-hmm. Maar het is echt van jaar 1 tot en met jaar 4 doen ze heel veel praktijkervaring op. Naast veel theoretische kennis die ze opdoen. Naast onderzoek wat ze doen. Naast cliëntcompetenties die ze verwerven. Om echt met jeugd samen te werken. Jeugd goed te luisteren naar hen. En te doen wat jeugd zelf wil. Ook precies zoals Jason het formuleert. Dat is echt zoals wij het ook geformuleerd hebben. Wat we ook heel belangrijk vinden in die nieuwe opleiding is dat studenten lef hebben. Dat ze het lef durven te creëren om verantwoordelijkheid te nemen en ook gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid. Dat ze af en toe kunnen zeggen van, durven te zeggen van, nou, het hoort zo, maar ik doe het anders, want dat is beter voor dit kind of deze jongeren. En denken dat ze dat gaan doen? Ik denk het hebben wel. Ze het lef? Dat gaan ze leren in de opleidingen. Daar heel goed. Alle... Heel goed. Oplossingen. Nee? Daar, ja. Ik ben Marcia Struik. Ik ben ZZP'er en ik train veel professionals in de jeugdzorg. En mijn missie, mijn droom sluit erg aan bij die van Jason en eigenlijk van heel veel mensen hier. Dat gewoon de liefde meer terug moet in de sector. Ik ben blij om te horen dat iedereen het heeft over de bevlogen professionals. Ja. En ik denk dat dat in ieder geval iets wat is waar we op moeten insteken. En dat we ze moeten helpen om die bevlogenheid gewoon zeg maar, bij zichzelf vast te houden. Want als iedere professional 5% meer bevlogen is of meer liefde of meer lef heeft dan gisteren, hebben we morgen een betere sector. Dus ik denk dat we echt bij de professionals nu moeten beginnen om die te blijven versterken. En dat we daarmee ook het systeem laten rollen. Eigenlijk wat Maaike ook zegt, van, ja, we zijn al bezig. Laten we dat nog meer gaan doen. En meer liefde. Meer liefde, yes. Ja. Ja, goedenavond. Ik werk ook bij Street Corner Work, binnen dit van de Ouderijn. De inzet van veel meer ervaringsdeskundigen vind ik denk ik heel erg belangrijk. Wat al gezegd wordt, de inzet van de generalist, die gewoon heel dicht bij de basis blijft, bij het contact, bij het individu en het systeem.
Dus niet heel snel in die specialistische zorg gaan zitten. Maar ook direct die korte lijn kan hebben met de specialist als nodig is. Maar ook de kennis heeft en op het juiste moment goed weet door te verwijzen als het ook echt nodig is. En ja, hoe minder hulpverleners misschien wel, des te beter. En de focus is inderdaad, zoals Hans Dupri zei, ja, het is veel te veel op het individu geweest, denk ik. Ja. Je moet veel meer kijken ook naar onze leefwereld. Ja, allerlei ziektes, allerlei problemen, alles wat we medicaliseren. Misschien moeten we echt terug naar ja, onze visie op een gezonde jeugd. En hoe zien we dat als samenleving? En ligt dat voorafgaand aan de hele inrichting van het systeem? Dus een goede analyse maken, denk ik, voorafgaand. Goede analyse, meer liefde. Misschien kan dat allemaal in de nieuwe studie social work op al die hogescholen. Iemand hier? Ja. Hoi, ja, Fleur Soeverein. Ik ben promovenda aan de VU. En ik doe ook onderzoek binnen een alternatief voor jeugdgevangenissen. En wat mij opvalt gaat heel erg over wat de sector moet doen. En ik denk dat we de sector ook wel een beetje tekort doen, omdat er echt al heel veel gebeurt. En er wordt heel veel gekeken ook om juist jongeren niet in de gesloten jeugdzorg te plaatsen. En ik denk dat we heel erg moeten focussen op die initiatieven. Kijken wat maakt nou dat die wel werken. En daar ook energie uit halen. Want ik denk dat je ook een beetje de energie wegslaat als het inderdaad steeds over de problemen gaat en over wat er allemaal moet gebeuren. Want dan wekt het soms ook het idee dat het nog niet leeft en dat er nog niks mee wordt gedaan. En als tweede punt doen we ook heel veel dingen waarvan we weten dat het niet werkt. En ik denk dat we daar echt mee moeten stoppen. Met die kortdurende protocollen, interventies waarvan we eigenlijk al weten dat dat helemaal niet of niet gedegen onderzocht is, of wel onderzocht is en gewoon bewezen niet effectief. En daar moeten we echt acuut mee stoppen. Morgen. Yes. Ja, nou, ik wil nog iets toevoegen. Ik werk altijd met vier principes. Ontmoeten. Wie is je vader, wie is je moeder? Jurgen Rijman principes. Mm-hmm. Heel simpel. Zo heb ik ook een keer met Marianne hier connect. We hebben het kort gehad over de achtergrond. En bleek dat we beide uit Middelburg kwamen. Nou, Antiaan uit Middelburg, die vind je niet veel. Dus dan connect je. Yeah. Dan verbind je. En dan kun je van elkaar gaan leren, wederzijds leren. Ja. We hebben iets heel moois bedacht, misschien in de toekomst komt dat nog. En dan kun je dat gaan borgen. Dus vier stappen, heel makkelijk: ontmoeten, verbinden, wederzijds leren en borgen. Heel makkelijk. Mooi, dankjewel. Mijn naam is Patrick Snoek, directielid bij Spirit en ook ervaringsdeskundige, geadopteerd uit Colombia, ook mijn verhaal. In aansluiting op wat Jason zei over liefde, gaat het volgens mij ook erg over duurzame relaties. En dat ook mogelijk maken. Dus die binnen een gezin, kijken hoe je dat in stand houdt. Maar ook tussen de hulpverlener, dat die lang kan blijven. Ik zie daar echt mooie dingen gebeuren. En daar heb je dan op stelselniveau ook voor nodig dat je als instelling, dat zie ik nu heel erg, ook lang verbonden kan blijven. En ook je professionals die ruimte kan geven om dat te doen. En als voorbeeld, ik heb ooit bij de gemeente gewerkt en als vergelijking werd er wel eens gekeken naar de energiesector. Die gaan contracten aan voor 15 jaar. Yeah. Omdat ze zeggen, ja, je moet daar iets neerzetten, je moet stabiliseren, je moet elkaar iets opbouwen. En eigenlijk zou je ook veel meer op die manier naar de jeugdzorg kunnen kijken. Duurzamere relaties. Heel kort. Heel kort, oké. Okay. Als ervaringsdeskundige, als pleegouder, ja, die kinderen begeleid van hun vijfde tot hun dertigste, zal ik maar zeggen, als het gaat even over duurzaamheid, zijn er twee dingen waar ik zeg, dat moet anders. Doe die specialistische hulp toch gewoon landelijk en haal dat weg bij gemeenten. Die zijn daar echt absoluut niet voor geëquipeerd. En het tweede, kijk heel goed naar de logistiek van een gezin. Als je weet, één zoontje, gecompliceerd, die wordt morgen 18. Mm-hmm. Wat wij allemaal hebben moeten doen en we nog niet voor elkaar krijgen om die gewoon goed 18 te laten worden met alle borgen daar rondomheen. Als je onze agenda kijkt van de afgelopen week, hoeveel uren dat wij daar als niet professionals, zal ik maar zeggen, als pleegouder mee bezig zijn geweest, dan schrik je, ik in ieder geval. En kijk dan inderdaad, als je naar de logistiek van het gezin wil kijken, en dan voor gewone gezinnen, herstel zo'n instituut als gezinsverzorging, die gewoon laagdrempelig bij die gezinnen tijdens het spitsuur in
bij een gezin ondersteuning biedt, zodat die moeder inderdaad die ondersteuning kan bieden aan dat kind en zich niet met het eten en met allerlei andere dingen moet bemoeien. Dus juist dat soort stut en steun, daar pleit ik gewoon heel erg voor. Goed, dank u wel. Had ik nou iemand gemist? Doen we er nog één. Ja, ik ben dan echt als laatste, maar wat mij hier opvalt, ik weet niet meer wie het zei, maar meer care, minder cure. Mm-hmm. En wat ik heel veel zie, en mensen komen bij mij klagen omdat op een of andere manier de relatie met de jeugdzorg verstoord is. En wat je dan ziet is dat vanaf het allereerste begin het contact met het kind zelf en de omgeving waar het kind uitkomt eigenlijk nooit goed op gang is gekomen. Omdat er wachtlijsten zijn, omdat het al te laat was. Ik sluit me ook heel erg aan bij degene die zei, gebruik meer ervaringsdeskundigen. Ik denk dat het heel erg goed is om vanaf dag één dat een kind in beeld komt, met dat kind zelf te praten. Neem een ervaringsdeskundige mee. Die kan goed begrijpen wat het kind nodig heeft. En laat de ouders ook in hun waarde. Want het wordt nu heel vaak door een jeugdhulpverlener, in een soort van ik ben de deskundige, ik bepaal het. Wordt meteen de relatie verstoord en die komt nooit meer goed. En dat, dat vind ik het belangrijkste wat we allemaal moeten leren. Dank u wel. Nou, er zijn een aantal dingen bevestigd in wat hier aan tafel is gezegd, maar ook een aantal nieuwe oplossingsrichtlijnen. We gaan alweer richting het einde van de avond. Ik wil je wederom vragen om te reageren op wat er is gezegd uit het publiek, maar ook al meteen mee te nemen naar wat je na het Pinksterweekend gaat doen om de jeugdzorg te verbeteren. Wie wil beginnen? Kijk. Nou, ik denk dat ik aansluit bij de ombudse dame. Ik denk dat daar gebeurt heel veel. Mm-hmm. Zeker in de wat complexe situaties hebben wij toch nog het imago dat we het kind komen weghalen. Ouders de schuldigen zijn, denk ik. Ik denk dat we moeten aansluiten. Maar het is wel een enorme vakvaardigheid om en in contact toch af en toe hele moeilijke dingen te moeten zeggen. Want dat hoort ook bij ons vak. En daar zou ik graag bij beginnen vanuit een bredere context. Dus mensen die schulden hebben, relatieproblemen. Dus breed kijken en dan en niet uit huis plaatsen. Een allerlaatste oplossing. En dan nog tijdelijk en dan liever het hele gezin gewoon opgenomen. Even tijdelijk, zodat ze met elkaar. Dat wil ik in ieder geval nou niet alleen na de Pinkster. Maar nu mee bezig en zeker nog intensiever na de Pinkster. Los van met de gemeentes indringend in gesprek om dit systeem anders in te richten. Wat je net benoemt, dat is heel mooi. Hè? Dus vanuit het gezin kijken en breder kijken wat nodig is. Goed, we hebben in Amsterdam Samen Doen. En die heeft eigenlijk ook diezelfde insteek. Dus heel veel dingen die bestaan al. Alleen, hoe verbeter je de kwaliteit? Hoe waarborg je gewoon dat gewoon goed loopt? Je ziet toch dat iedereen verstrikt raakt en een beetje langs elkaar heen werkt. Dus ik pleit eigenlijk voor meer samenwerking, meer de collega's opzoeken. Gezichten dezelfde kant op. Want veel is eigenlijk al bedacht en al opgezet. En ook vanuit de gemeente. Dus meer daarin investeren eigenlijk. Ja. Robert, sorry? Ik als je elkaar kent, gaat het makkelijker. Nee, maar je hebt ook te maken dus met verschillende hulpverleners. Iedereen heeft misschien een andere visie, waardoor ze er misschien niet eens uitkomen. Dus kijken wat ze nodig hebben. We gaan elkaar trouwens straks zonder microfoon bij de bar ontmoeten en leren kennen en samenwerken. Dankjewel, Sarah. Ja. Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben na de Pinksterweekend en tot en met 4 juli. Ja. Want dan is er een deadline bij Zon&W voor een heel groot onderzoek wat we nu mee bezig zijn, onder andere met de bascule en andere. Sterk gerelateerd is aan dit onderwerp. We zijn namelijk een subsidievoorstel aan het schrijven waarbij we een groep jongeren, Jason en zo, willen volgen en vroeg herkennen om te kijken hoe wij ze terug kunnen motiveren op een bepaald moment om en in contact te komen met elkaar. Want dat is hetgeen wat er mist op een bepaald moment.
En door alliantie te bouwen, want sommigen noemen het liefde, je kunt ook alliantie-connectie noemen, maar ook met betrokkenheid van wat er genoemd wordt peer support, social support, dus de omgeving en eventueel ervaringsdeskundigen. En waarom doen we dit? Omdat we heel goed willen kijken van bij wie bewelpt helpt wat. En vooral ook, en dat is mijn boodschap, wat ik dan verder mee wil, is gezamenlijkheid daarin. En ik vind initiatieven die genoemd worden prachtig, ook van de hogeschool. Maar ik ben ervan overtuigd, dit werk van een jeugdzorgmedewerker is ontzettend moeilijk. Het zijn competenties die we moeten opbouwen en dat moeten we gezamenlijk doen, landelijk. En het is mooi om te horen dat er één leergang is, maar eigenlijk moet er in alle hogescholen in het hele land een leergang zijn waar we zeggen, daar gaan we gebaseerd op onderzoek, op praktijkonderzoek, op evidentie, gaan we onze toekomstige jeugdzorgmedewerkers eigenlijk wat meegeven. En dat is mijn ambitie, want dan gaan we niet alleen in deze regio of een paar regio's, maar in het hele land gaan we deze jongeren kunnen helpen. En dat wil ik. En ik hoop dan, ja, dat is natuurlijk heel spannend na 4 juli, want dan moeten we natuurlijk nog het geld krijgen voor dat onderzoek. Maar dat gaan we in ieder geval met heel veel partijen doorheen het land doen. En Horizon maar graag ook erbij, want dat willen we voor elkaar krijgen. Om dat echt diepgaand te gaan onderzoeken. En zeker ook ervaringsdeskundigheid vind ik ontzettend belangrijk, goed genoemd. Maar ook daar moeten we goed gaan kijken wanneer wat en hoe. Want het klinkt heel goed en ik ben er absoluut voor. We hebben een ontzettend goede jongerenraad bij ons in Curum die heel actief is, ook mee bezig is. Maar ik merk ook dat, en we zijn er ook mee aan het experimenteren, maar het is niet zo evident om het te doen. Zowel bij de jongeren bij wie we ze inzetten, als voor de ervaringsdeskundigen zelf. Die zijn ook vaak nog kwetsbaar en moeilijk. Dus in die zin moeten we echt goed gaan kijken hoe kunnen we dat doen zodanig dat we het op een goede manier doen, dat iedereen erbij geholpen is. Klinkt als een groot project, succes. Ja, er heel veel mensen mee, heel veel mensen zijn enthousiast. Ja, nou mooi. Ja. Maaike? Nou, er zijn twee dingen waar ik wel op aansloeg. Eén is de duurzame relatie die mij wel erg aanstaat. Je merkt toch inderdaad van als je echt iets wil opbouwen, dan moet je ook niet werken met plafonds en dat soort zaken. Soms moet je duurzaam investeren, wil je wat voor elkaar krijgen. En wat daar gezegd wordt, als we allemaal 5% meer lef zouden hebben, dan hebben we morgen een andere sector. Mm-hmm. Ik vind het, die gaan we opschrijven op een spandoek. Wij gaan na het Pinksterweekend gaan wij toe naar een landelijke actiedag voor de jeugdzorg op 2 september. Yeah. En die heeft tot doel om te laten zien dat wij een betere jeugdzorg willen. En eigenlijk zou ik bij deze ook de oproep willen doen aan iedereen die hart heeft voor de jeugdzorg om daar aanwezig te zijn. Want volgens mij moeten we met z'n allen opstaan en 5% meer lef tonen met z'n allen. En werknemers gaan het organiseren. En bij deze is iedereen van harte welkom op die dag in Den Haag 2 september. 2 september. Succes daarmee. We hebben 2 uur lang geprobeerd te praten over jeugdzorg, over problemen, over oplossingen. Dat lukt natuurlijk nooit. Ik vind misschien wel de beste oplossing is waar jij mee kwam, dat dit gewoon vaker moet, dat je met elkaar gaat zitten en gewoon een soort van pressure cooker gaat nadenken over hoe nu verder en wat moet er anders. Desalniettemin ben ik heel erg blij dat jullie hier waren en jullie ervaringen met elkaar wilden delen, maar ook vanuit het publiek. Dus we gaan nog niet afsluiten, maar ik ga wel vast applaus voor jullie vragen. Maaike van der Aar van de FNV, Hans de Prie van IHUB, Robert Vermeijeren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en Saloua El Mazouni, jeugdhulpverlener bij Street Corner Work. Dank jullie wel. En ik ga niet afsluiten, want ik vind eigenlijk dat Jason gewoon het laatste woord moet krijgen. Dus Jason. Ja. Ja. Oh, tof. Maar je moet er wel ook iets voor me doen, want dan. Dus ik wil dat jij even gewoon. Ik ben niet zo goed in moeten, maar. 1, 2, oh ja, nee. Je moet wel iets wat voor moet me ik doen. Doen. Je moet wel iets voor me doen. Het is eigenlijk iets heel erg. Oh, heel spannend. Ook bij de oplossing, even heel kort. Wat heb je gehoord? En over denk je van, nou, jullie hebben het allemaal niet begrepen. Wat je voor me dan moet doen is het afsluiten en de mensen naar de bar toe begeleiden. Oh, oké. Dat kan toch wel? Ja, iedereen dronken voeren. Dat gaat nee. Nou, ik heb heel veel dingen gehoord. Ik denk dat een van de mooiste dingen, of een van de meest passende dingen is dat we meer op lange termijn moeten kijken. Zowel op microniveau als macroniveau. Kijken naar het beleid, maar ook gewoon qua jongeren. Je plaatst een kind nou uit huis tijdens bijvoorbeeld de crisissituatie. Maar je kan ook denken, oh, wat lost dat op lange termijn op? En ik denk dat wat we af moeten spreken is, we hebben het nu over na het Pinksterweekend, dus ineens het Pinksteren was. Het mag namelijk ook al vanaf morgen, dat we hebben allemaal jongeren en kinderen in onze omgeving, we hoeven geen eens kinderen uit de jeugdzorg te zijn, maar dat we gewoon extra lief voor ze zijn morgen en alle dagen die daarna volgen. En dan mag iedereen nu naar de bar. Yes!